Dankjewel. 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 Goedenavond. Ik ben Dolf. Hoe is het met jullie? Lekker. Boven ook lekker. Wat fijn om hier te zijn. Vrienden en vriendinnen, dit is mijn oudejaarsvoorstelling 2012. Twee maanden mee getoerd. En nu hier terug in de Kleine Komedie. 500 mensen tot op de vierde rang overal mensen. Waarvoor hartelijk dank. En ik wilde eigenlijk beginnen met de zin. Half maart van dit jaar wist ik zeker dat al mijn vragen beantwoord zouden worden. Maar laten we gewoon eerst even contact maken. Het is een week van... Het is een lege plek. Het is daar gewoon een lege plek. Dat kunt u niet zien, maar het is dat heel, tot op de laatste plek uitverkocht. Is er niemand die naast jou wil zitten? Dat denk je? Ja, jij aan die kant. Heel goed. Mijn god, een intelligente man op de tweede rij. Dat maak je niet vaak mee. En u heeft niemand... Nee, ik zou ook gelijk ontkennen. Nee, ik ken die plek niet. We hebben hier een lege plek. Nou, het kan een laatkomer zijn. Mocht het een laatkomer zijn, u ziet hem binnenkomen, waarschuw me even. We zetten hem neer. Het wordt avond er alleen maar leuker van. Kan ik je verzekeren? Ik kan alleen maar hopen. Het is fijn om hier te zijn. Afgelopen dagen natuurlijk feest. Ik ben hier sinds het tweede kerstdag. Even één vraag over de kerst. U heeft het allemaal overleefd, gelukkig. Is er iemand die tijdens de kerst iets gegeten heeft... waarvan je achteraf zegt, had ik niet moeten doen? Dat eigenlijk. Er is één vrouw die namens iedereen antwoordt, nee. Nou, dan kunnen we door. Ja. Nee, dat is lekker. Dan kunnen we door. Je hebt nog meer te doen. Dat is goed. Maar is er überhaupt iemand die met de kerst iets gegeten heeft? Laten we het gewoon simpel beginnen en dan... Hey, maar niemand iets gegeten waarvan je achteraf zegt van nou, heb ik spijt van? Ja, oh, iemand steekt zijn hand op, dat is heel netjes. Je mag ook gewoon roepen. Want ik zie jou wel, maar de rest is één groot zwart gat. Echt maar. Wat heb jij gegeten? Kwartels. Kwartels. Die waren taai. Die waren taai. Ja, nee, dat vind ik ook, die kritische blik, hou van. Kritische blik. Eet ik een keer kwartel, is die taai. En had je hem zelf uit de lucht geramd of... Hij lag op je bord. Op de markt gekocht. Waarschijnlijk tekort gebakken. Ik wou het niet zeggen, want het klonk heel kritisch, maar je hebt gelijk. Kwartels moet je echt uren moet je die bakken. En dan gewoon teruggeven aan de natuur. Nou, prachtig. Ik ben dan blij dat je me verstaat. Maar dat is misschien niet ingewikkeld. Nou, wat ik wou vertellen... Dankjewel. Wat ik wou vertellen is mijn oudejaarsvoorstelling. Ik ben een paar maanden weer onderweg en nu uiteindelijk hier 6 avonden in de Kleine Komedie. Dat is heerlijk om te doen. Wat ik doe als ik een voorstelling maak, uiteindelijk kom ik hieruit. Dit is de top van de Olympus voor mij. Maar ik begin altijd met een voorstelling maken. En dat is een try-out, zo moet ik zeggen. Dat doe ik altijd in Overijssel. Want ik heb gemerkt, als ze het in Overijssel begrijpen, dan kan je eigenlijk overal spelen. En dat is geen grap. En ik zie trouwens bij een deel van u nog enige verbazing van wat gaat er precies gebeuren vanavond. Voor de duidelijkheid, ik ben Dolf, het is cabaret. Ik ben geen Chinese massagesalon. Ik ben ook geen Thaise. Ik ben überhaupt eigenlijk geen massagesalon. Maar ik garandeer u allemaal een happy end. Dat wou ik toch even zeggen. Dus ik ging try-outen. Dat betekent kleine zalen uitproberen wat je uiteindelijk hier gaat doen. En ik try-outen de eerste in Weijen. En Weijen is inderdaad in Overijssel. Dus dat klopt in ieder geval. En uiteindelijk maak je dan iets en dat kan je dan hier spelen. En deze week is voor mij belangrijk. Dit is een beetje thuiskomen in de Kleine Komedie. En wat ik vanmiddag gedaan heb om me voor te bereiden op deze avond, is even een stukje hardlopen. Ik heb een stuk gelopen, want het lichaam moet je op de een of andere manier in stand houden. En dat is eigenlijk heel hard trainen en voor de rest alleen maar rauw eten. Dat is eigenlijk wel het beste. En zo nu en dan een kwartel. Maar het zit in mijn hoofd, ik kan er niks aan doen. Maar ik ben even gaan lopen. Ik woon tegenwoordig in een ouderkerk aan de Amstel. Je moet niet flitsen als je wilt, want ik zie gelijk een flits. Er is iemand met een camera, dat is oké. Maar nou weet je, maak even een foto en weg. Oké, hartstikke lekker. En je moet ze niet te veel tijd geven. Maar ik ging hardlopen. Ik woon in Ouderkerk aan de Amstel, dat is daar. En ik wilde een stukje lopen. Dat is voor mij en mijn lichaam van belang. Dus ik denk, ik maak vandaag een lange duurloop. Het is een belangrijke avond, dus ik ben gelopen vanuit Ouderkerk. En wat ik dan doe, is dan loop ik Ouderkerk, loop ik richting Diemen. Ga ik om Diemen heen. Dan kom je tegenwoordig bij Eiburg. Nou, langs Eiburg. En dan zo via Landsmeer aan de noordkant. En dan gewoon Alkmaar, Beverwijk en dan zo... Gaan we met z'n allen een avondje cabaret beleven van nou, we gaan die 18 euro eruit lachen ook. Jongens, dit lichaam is hard werk, laat dat duidelijk zijn, ja? Maar ik ga wat vertellen. Ik heb de route niet af kunnen maken, want ik kwam terecht bij Landsmeer. Ik weet niet, kent u Landsmeer? U kent Landsmeer, nou ik niet. En ik was even, is er iemand uit Landsmeer toevallig? Ik zou het ook stilhouden. Ik dacht dat ik bij Landsmeer was, maar ik wist niet zeker. En ik zeg niet dat ik verdwaald was, maar ik was wel de weg kwijt. Wat er gebeurt is dit. Aan de rand van Landsmeer heb je een soort van recreatiegebied. Kent u dat? Het Twiske. En dat is een leuk woord voor de tweede rij. Twiske, dat is een leuk woord. Nou. Oh, in dit geval de eerste rij. Ik ben nerveus, dat is het gewoon, sorry. Wat een prachtig setje heeft u aan, mevrouw. Prachtig. Nee, werkelijk waar. Echt heel mooi. Ik voel me heel gay opeens. Wat een leuk setje. Nou, probeer. Dus,
Ik doe even Angie van Gunsven. Hebben die ook maar gehad? Oké, okay, nou. Dus, ik kom aan de rand van Twiske en ik was niet verdwaald, maar ik wist niet waar ik was. En toen werd ik gered door een plattegrond. Er stond aan de rand van het Twiske een grote plattegrond met zo'n pijl. U bevindt zich hier. En ik vond het zo'n mooi gevoel. Ik had zelf geen idee waar ik was, maar die kaart zei, u bevindt zich hier. En dat vind ik zo knap van zo'n plattegrond die dat weet. Oh ja. En ik stond daar en ik voelde me goed. Oké, het is oké, ik ben hier. Weet je, dat vond ik een mooi gevoel. Het gevoel van, u bevindt zich hier, is een prettig gevoel. En ik heb het gevoel meegenomen. En ik denk dat ik daar in de loop van de avond op terug ga komen. Dat weet je bij mij nooit helemaal zeker. Enfin, ik ging naar Weijen. Eerst trouwens, ik ging naar Weijen. Overijssel. En we reden daar naartoe. En op een bepaald moment onderweg kreeg ik te horen van degene met wie ik meereed. We moeten straks met de veerpont. Om Weijen te bereiken, moeten we met de veerpont. En toen realiseerde ik mij, ik heb een glanzende carrière van 24 jaar achter de rug. En ik moet gewoon met de fucking veerpont. Maar ik heb het gedaan. Ik heb Weijen bereikt. Ik ben met de veerpont gegaan. En een deel van u kijkt me nu aan met zo'n blik van, dit verhaal heeft hij verzonnen. Om een verhaal te hebben. Dames en heren, om te bewijzen dat ik met de veerpont ben gegaan, heb ik het kaartje van de veerpont meegenomen. Dit is het kaartje van de veerpont. U kunt het zien. Het Weijense veer kostte €2,20, dames en heren. Ik heb €2,20 contant betaald. De hele omzet van de eerste avond in één keer stuk geslagen. Weijense veer. En ik heb het kaartje bewaard, want ik weet sinds een paar weken dat het in Nederland van het grootste belang is om je reiskosten op allerbeste manier bij te houden. Mocht je ooit staatssecretaris willen worden. U bent niet echt de snelste zaal, maar dat gaan we langzaam opbouwen. Dames en heren, het Weijense veer, geeft niks. Het Weijense veer kost €2,20 en, er komt nog bij, let goed op, het heeft een sponsor. Kijk goed, kleine rode lettertjes, de sponsor van het Weijense veer. Ik ga het voor u voorlezen. Het Weijense veer wordt gesponsord door www.trendyhangmatten.nl, dames en heren. Ik dacht dat ik gek werd. Ik weet niet wat trendy hangmatten zijn, überhaupt. Maar de uitbater van het bedrijf www.trendyhangmatten.nl had de ingeving, als je een veerpont betreedt, heb je maar aan één ding behoefte. Een reddingsboei, maar die verkoop ik niet, dus fuck it, trendy hangmatten. Er blijkt nog een sponsor te zijn. Kijk, achterkant, tweede sponsor, kachelplaats.nl, dames en heren. Jazeker wel, kachelplaats.nl. Met als catchphrase, echte warmte komt van binnen. Dan heb je volgens mij geen kachel nodig. Dat vind ik een hele slechte kerstfeest. Maar goed, ondanks deze tegenslag heb ik Weijen bereikt. Voor mijn eerste try-out. Ik vertel u wat daar gebeurt. Het is een klein theater, kleine zaal. Oké, ik had een kleedkamer. Nou, kleedkamer is een groot woord. Ik had een ruimte. Ik vanwege, als ik een erectie kreeg, moest het raam open. Dat is eigenlijk een beetje... En dat is niet echt een grap. Maar daar gaat het even niet om. Het gaat om dit gevoel. Je bereidt je voor op die eerste avond. Ik ben rustig. Ik word steeds rustiger. Ik ga liggen op de turvenvloer van het theater in Weijen. Laatste uur voor de voorstelling, 8 keer aangeklopt door mensen van het theater. Dat zijn vrijwilligers. Okay. 1 voor 1 komen ze aan. Kloppen ze aan. Ik zeg, kom maar. Komt ze binnen. De eerste, wil je thee? De tweede, wil je koffie? De derde, wil je het gastenboek tekenen? De vierde, mag ik een foto nemen? Ik heb dat liever niet. De vijfde, mag ik tijdens de voorstelling een foto nemen? Dat heb ik helemaal liever niet. De zesde, mogen we even je DNA-profiel afnemen? Een beetje die... Want dat zijn ze op platteland gewend, heb ik begrepen. En ik wist dat niet, maar ik heb vrij veel familie in Friesland. Dat weet ik nu. Maar goed, uiteindelijk, dames en heren, 5 minuten voor de eerste try-out. Belangrijkste tour van mijn leven. Ik lig op de grond in Weijen. Ik ben er klaar voor. Er wordt weer aangeklopt. Ik zeg, kom maar binnen. Er staat in de deuropening een vrouw in de moeilijke leeftijd. Laat ik het zo zeggen. Kijk even om je heen. Ik zie een vrouw in de moeilijke leeftijd. Die staat in mijn deuropening met een schaal oliebollen. En die zegt 5 minuten voor aanvang. Goh, Dolf, wil jij een oliebol? Waarop ik zeg, mevrouw, het is 26 oktober. Waarop zij zegt, het is toch een oudejaars en vretenkring. Oké, dat. Ik heb de eerste 5 minuten heb ik gespeeld met een stuk deeg onder mijn gebitsplaatje, dames en heren. Maar goed, ik heb me daar doorheen geslagen en uiteindelijk ben ik hier uitgekomen. Dat is voor mij van belang, hè. Belangrijke avond, belangrijke week. En ik heb me voorbereid op de kleine komedie. Ik heb een pak gekocht, een kostuum. Ik ben naar kostuumkoning.nl gegaan. Want een echt kostuum komt van binnen. En ik heb gezegd, ik wil een pak. Hij zegt, wat voor pak? Ik zeg, ik wil een grijs pak. Hij zegt, wat voor grijs? Ik zeg, het liefst wil ik 50 tinten grijs. Dat leek me een goed pak. Ik denk, als er dan vrouwen komen, sta je 2-0 voor. Leek me een goed idee. Maar goed, ik heb deze gekregen, winkeldochter, maakt mij niet uit. En, vrienden, vriendinnen, speciaal voor jullie ben ik gisteren naar de kapper geweest. Wat ik weet, kleine komedie, mensen die uitgaan naar de komedie, doen zelf ook een klein beetje moeite. Qua kapsel, qua kleding. Nou goed, op de eerste 2 rijen is niet echt doorgedrongen, maar verder ziet dat prachtig uit.
Ik ben aan de kapper geweest. Ik wil er iets over vertellen. Ik ben aan de kapper geweest in mijn dorp. In Oudekerk hebben wij een dorpskapper. En ik wil vertellen, het is geen anekdote. Het gaat uiteindelijk gaat het over de mentale kracht van de vrouw. Let op. Ik ben bij de kapper, een paar dagen geleden. Ik stap naar binnen, het is een deur, handig, dan ben je binnen. Oké. Klein kapperszaakje met hier een balie, met een telefoon en een afsprakenboek. Oké, dat weet je dan. Hier heb je drie stoelen. Stoelen, zitten, spiegel. En hier vandaan op de diagonaal, vanuit de deur, diagonaal, hier heb je een heel klein keukentje. Klein keukentje voor de mensen van de kapperszaak. Oké. In de keuken, moet ik vertellen, staan een espresso-apparaat en een afwasmachine. Espresso-apparaat, afwasmachine. En de mensen van de kapper hebben zelf geen idee wat is. Dus laat ik het zo zeggen, de koffie is niet te zuipen. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Wat er gebeurt is dit. Ik wil naar binnen, maar ik kon niet naar binnen. Want het telefoonsnoer stond hier vandaan, snoeistrak gespannen. Snoeistrak op de diagonaal hier naartoe. Oké? Aan die kant de telefoon, dat begrijpt u ook wel. Aan deze kant een vrouw met de hoorn. Ik kwam binnen, ik denk, dit gaat me in ieder geval een verhaal opleveren. Luister goed. Een van de apparaten was stuk. Die was kapot. Toen had die vrouw, met de mentale kracht die haar eigen is, bedacht, ik ga de monteur laten horen hoe het apparaat klinkt als hij het niet doet. 250 vrouwen kijken me nu aan met zo'n blik van, ja, zou ik ook doen. Ja, dat vind ik, ja. Terwijl 250 mannen me aankijken met zo'n blik van, ah, dat ga ik echt niet doen. Wat mannen dan doen is, die pakken een beitel, die rossen het apparaat open. Ja, die kijken hoe het eruit ziet, die staan onder 220 stroom en dan bellen ze de monteur. Dat is een ander verhaal, ja. Deze vrouw gebruikte haar mentale kracht om te zeggen, oké, luister dan maar, hij is stuk. En verdomd, ze deed het. Dus ze houdt de horen erbij, het apparaat klonk als... Zo'n soort geluid. Waarop die monteur zegt, dat is een espresso-apparaat. Ik zeg het je, dat is een espresso-apparaat. Waarop die vrouw zegt, daarom was hij ook zo kut af. Dus het gesprek was lekker op gang. Zij laat hem horen hoe het klinkt. Ik hoor die monteur zeggen, trouwens, ik herken het geluid. Volgens mij is het een Doppio XLES67E. En dat is een raar verhaal, want die is in Nederland helemaal niet legaal verkrijgbaar. Bent u soms onlangs in Weijen geweest? Nou, heel lang verhaal, bla bla bla. Uiteindelijk hoor ik die monteur zeggen, letterlijk. Hij zegt, mevrouwtje, want zo praten ze, mevrouwtje. Wat u moet doen, u moet hem even uitzetten. Dan moet u hem even aanzetten. Dan moet u klepje B openkleppen. Klepje B dichtkleppen. En hij loopt weer als een zonnetje. En die vrouw doet dat. Zet hem uit, zet hem aan, klepje B, klepje B. Dan denk je... Het zwarte goud klaterde tevoorschijn. Het werkte. Dankzij de mentale kracht van de vrouw. Voel je? Daarom werkt het. Stel, je hebt een mobiele telefoon. Je hebt een mobiele telefoon en je hebt soms contact met een cardioloog. Dat kan toch? Dan kun je de mobiel gebruiken om een afspraak te maken. Wat je ook kunt doen, is de mobiel in de hartstreek plaatsen. De cardioloog luistert mee. En als hij niks meer hoort, is het consult voorbij. Dat is eigenlijk wat het is. Er zit ook nog een grap in met een gynaecoloog, maar die heb ik nog niet helemaal. Ik weet nog niet helemaal precies waar ik hem dan laat. Ik hoorde net het gehalte aan oestrogeen in het Nederlandse drinkwater toeneemt. Dan zou je zeggen, wat maakt dat nou uit? Oestrogeen, dat weet je misschien, is een vrouwelijk hormoon. En sinds een tijdje blijkt, het gehalte oestrogeen neemt steeds toe. Elk jaar een beetje meer. Weet je wel. Dat is een vrouwelijk hormoon. En dat komt in het drinkwater. Heel simpel gezegd, heel veel vrouwen gebruiken de pil. En de vrouwen gebruiken vaak de pil omdat ze al kinderen hebben. En dan kijken ze naar hun kinderen en denken ze, nou, daar moesten ze maar eens mee stoppen. En dat is vaak wel terecht. En toch? En vrouwen gebruiken de pil. Dan denk ik, oké, maar vrouwen moeten wel eens plassen. En dan plassen dat uit. En dan komt een heel klein beetje van het oestrogeen toch uiteindelijk in het drinkwater terecht. En dan blijkt dus jaar op jaar op jaar neemt het gehalte oestrogeen in ons drinkwater neemt toe. Dat is gewoon feitelijk waar. Dus alle jongetjes in Nederland krijgen per jaar iets meer vrouwelijk hormoon binnen. Dus ik denk dan over 10 jaar alleen nog maar musicals. Dat is wat ik dan denk. Maar goed. Ik heb trouwens ook een moeder. Ik heb ook een moeder en die schaamt zich ook natuurlijk. En mijn moeder, dat durf ik wel te vertellen, mijn moeder is 78 en still going strong. Maar mijn moeder heeft geen mobiele telefoon. Veel oudere mensen tegenwoordig wel. Mijn moeder niet. Mijn moeder heeft een vaste lijn. En ze woont in Den Helder. Dus die is eigenlijk dubbel gehandicapt. Maar mijn moeder is verder, weet je, dat meen ik echt. Mijn moeder is echt een sterke vrouw. Mijn moeder rijdt nog steeds auto. 78 en ze rijdt nog steeds auto. En ik durf wel te zeggen, eigenlijk even goed als vroeger. En wij noemen mijn moeder sinds een maand Sebastian Vettel. Dat vinden wij grappig. Als mijn moeder wil autorijden, dan weten wij dat. En dan bellen we de buurt in Den Helder op en die blijft dan even een uurtje binnen. En dan rijdt mijn moeder 3 rondjes en dan zet ze hem in de grindbak. Maar goed, mijn moeder had een probleem. Mijn moeder had een probleem, want ze heeft een autootje, zo'n kleine, zo'n trutschudder.
En mijn moeder, die ging auto rijden. Althans, die wilde ze, maar hij wilde niet starten. De auto wilde niet starten. Dus had een probleem. Had ze bedacht, ik laat de monteur even horen hoe dat klinkt. Dus, ik kom vorige week in Den Helder. Mijn moeder heeft de telefoon door de hele huiskamer heen snoeistrak getrokken. Is uit het raam geklommen, met de hoorn in de hand, in de auto gaan zitten. En zei tegen de monteur, nou, luister maar, hij start niet. En toen startte ze, en toen startte hij wel. En dat was... Dat beeld wilde ik gewoon heel graag even met u delen. Het was half maart van dit jaar. En ik wist zeker dat al mijn vragen beantwoord zouden worden. Half maart. Ik vertel wat er gebeurt. Ik toer al 24 jaar. En ik toer per trein. Ik hou ervan om met de trein te reizen. En misschien ben je zelf een treinreiziger. Ik hou van de NS. Ik hou van treinen. Ik vind de NS ook een heel duurzaam bedrijf. Want je bent toch vaak langer onderweg dan je van plan was. En je kan heel kritisch zijn op de NS. En dat moet ook. Je moet kritisch zijn, vind ik hoor. Maar het gaat ook wel eens goed. Want ik toer nu 2-3 maanden met deze. En ik moest één dag naar Winterswijk. En dan heb je een contract, dus dan ga je naar Winterswijk, weet je wel. En dan ga je met de trein, althans ik wel. En dan pak je de Intercity naar Arnhem. Arnhem, dat weet je. En dan kom je op Arnhem binnen op spoor 1A. En je komt perfect op tijd binnen met de Intercity. Oké, Arnhem kom je binnen, spoor 1A. Overstap was op spoor 13B. Ik moest dus van 1A naar 13B, station Arnhem. Overstaptijd 2 minuten, afstand 800 meter. Ik ben de enige die de trein gehaald heeft, dames en heren. Dankjewel. Dat doet me echt heel erg goed. Dat zou allemaal waar kunnen zijn. Waar het om gaat is dit. Als een treinreiziger... Misschien ben je een treinreiziger. Dan weet je, het gaat ook wel eens mis. En soms gaat het heel erg mis. Zo. Mag ik vragen wat u met de kerst gegeten heeft? Gewoon even. Want er kwamen nog stukjes los, hoor ik. Wat zegt u? Ja, anders zou ik het niet vragen. Dat vind ik zo raar. Je stelt een vraag, je krijgt als antwoord. Dat wil je niet weten. Daarom stel ik de vraag. Wat heeft u gegeten? Mevrouw zit naast me en die heeft gekookt. Wij gaan die relatie helemaal kapot maken, echt. Het kan toch ook heel lekker zijn geweest? Wat was het? Of heb je geen idee? Gadverdamme! Nee, dat is best lekker. Ja. Oké, nou goed, maar je hebt het overleefd. Je vrouw is nog bij je en we kijken of dat na... Dankjewel, dat wou ik maar zeggen. Ah, lekker, hij is wakker. Nou, wat ik wou vertellen... varkenshaas klinkt mij heel vies in de oren. Maar ik weet het, dat er de mensen zijn die dat gewoon eten. Maar ja, ik ben meer van de kwartel. Dat vind ik gewoon echt... Wat ik aan het vertellen was, is iets heel anders. Namelijk, ik wilde met de trein. Oké. Okay. En er was een probleem. Ik weet niet wat. De ene keer is het IJssel, de andere keer bladval. Maar die dag was het echt mis. Half maart, er was een bevroren blad in de wissel. Oké. Okay. Alles staat stil. Gans het radarwerk staat stil. En wat je soms hebt, dat vind ik echt mooi, dan is er 150.000 man gestrand op Utrecht Centraal. Waar ik dan middenin sta. En je kan nergens heen. Je kan niet weg. Oké. Okay. Dan denk je, ik wil informatie, maar die is onverstaanbaar. En het bord is even stuk, dus je weet niks. Mensen beginnen schuttersputjes te graven, slaapzakken. Oké. Okay. Ik vind het wel een mooi beeld, schuttersputje, toch? Dat is ook een leuk woord trouwens, schuttersputje. Ja, dat is ook wel een lekker woord. Maar goed. Ik was gestrand. En ik heb een theorie. Elk station in Nederland is tegenwoordig een winkelcentrum. Waarom is dat? Omdat je toch wat meer tijd doorbrengt dan je feitelijk wil. De volgende stap is alle stations gewoon zo zeggen opheffen en de trein door een winkelcentrum heen laten rossen. Maar goed, toekomstmuziek. Waar het om gaat, we waren gestrand. En het was echt kut, hè? En wat ik het mooiste vind, als het echt erg is, 150.000 man, ja, dan komt de woordvoerder van de NS 's avonds op tv om bij Sascha de Boer uit te leggen hoe het komt. En Sascha is een heks. Auw, echt waar. Lijkt een leuke vrouw. Maar goed. Dan moet hij aan mijn man uitleggen hoe het is. En het is allemaal mis en dit en dat. En dan zegt hij soms, dat vind ik mooi. Dan zegt hij soms, wij van de NS, wij zorgen ervoor dat alle passagiers vanavond nog worden thuisgebracht. En dat geeft mij een romantisch gevoel, dames en heren. Weet je nog vroeger een kinderpartijtje? En je wordt thuisgebracht. Nou, tot de afslag en lopen kreeg. Maar goed, dat is lang geleden. Ik vind het idee van de NS, die ervoor zorgt dat we allemaal worden thuisgebracht, geeft mij een warm gevoel van binnen. Ik zie dan altijd voor me dat het 1:30, 2:00 s'nachts is. En dat er ergens in Nederland een chagrijnige NS-conducteur op een geelblauwe dienstfiets zit. Met een vrij dik echtpaar achterop. Wat hebben jullie gegeten? Varkenshaas. Waar moet je heen? Landsmeer. Kut, weet je dat? Ik was gestrand. Het was 30 maart. Ik was op een groot station. Ik weet niet meer waar. En ik was gestrand en het was duidelijk, dit gaat even duren. Dus ik loop een beetje rond over het station. En ik zie al die winkels, maar ik heb eigenlijk niks nodig, dus ik negeer dat. Ik ga alleen altijd even langs de Free Record Shop
om over de mat te pissen. Op een bepaald moment kom ik langs een winkel die ik niet kende. Dat heet de Vodafone winkel. Dat is een winkel, daar verkopen ze Vodafone. En die zag ik, een rode winkel. Ik zie hem, ik denk, hey. En ik zag een soort van poster in de etalage van het winkeltje, op het station. En op die poster stond de volgende tekst. Wij beantwoorden al uw vragen. Dan moet je niet tegen mij zeggen als ik een beetje tijd over heb. Dus ik denk, nou, ik heb nog wel een paar vragen. Oké. Dus ik denk, weet je wat, ik loop gewoon even naar binnen. Dus ik loop die rode Vodafone winkel binnen. Ik kom bij een rode balie. Achter staat iemand van de Vodafone. Laten we zeggen, een werkstudent. Dat is een contradictio in terminis. En ik merk dat ik een deel van de zaal nu kwijtraak. Maakt niet uit. Er stond een, hoe gaan we dat zeggen? Er stond achter de balie stond een lul met een stropdas. Dat is een iets duidelijker beeld, geloof ik. Hoe dan een aantal vrouwen mij nu aankijken van, nou, ik vind het wel een interessant beeld ook. Het zou een scène kunnen zijn uit een populair boek, laat ik het zo zeggen. Zij lag smachtend op de divan. Hij kwam binnen, slechts gekleed in een stropdas. Maar wel als een lul. De wind die de vitrage deed wapperen, wapperde ook langs de stropdas. Die als een prachtige wimpel stond aan de stoere roede van... Enfin, dat beeld is dan wel duidelijk. En als u denkt, die scène ken ik niet, dat is deel 3. Zat in deel 3 is dat... Er zat een jongen achter de balie van de Vodafone. Dus ik loop naar hem toe en ik zeg, ik lees net, u beantwoordt al mijn vragen. Dus die jongen antwoordt, ja, wij beantwoorden al uw vragen, meneer. Dus waarschijnlijk de broer van Epke Zonderland. En ik zag afgelopen zomer de andere twee meest succesvolle sporters van dit land. Die heten Ranomi Kromowi Jojo en Tjurandi Martina. Ik dacht, Geert Wilders heeft een kutzomer. Dat vind ik grappig. Die jongen staat daar en die ademt uit al zijn poriën uit. Ik ga u helpen. Ik zeg, moet je luisteren, vriend? Ik heb wel een paar vragen. Nou, dat kwam goed uit, want hij had alle antwoorden. Ik zeg, moet je luisteren? Ik heb toevallig internet via uw prachtige bedrijf. Maar ik heb een dingetje. Ik heb een vriendengroep. En wij vinden het prettig om één keer in de maand samen te komen op een geheime locatie. En dan vinden wij het prettig om via uitzendinggemist.nl... alle uitzendingen van Knevel en van de Brink integraal achter elkaar terug te kijken. Vinden wij prettig. Mijn vraag was, is het dan verstandig om mijn internetabonnement iets wat te verruimen? Nou, dan moest hij even opzoeken. Dat wist hij niet meteen. Moest hij even in een groot, dik, rood boek kijken. Ik zei, nou vrienden, maakt niet uit, want ik heb nog veel meer vragen. Waar zijn mijn sleutels? Of die was hij kwijt? Ik denk, nou, misschien weet hij dat. Wist hij niet. Ik zei, nou, dat maakt niet uit, joh. Ik heb nog veel meer vragen. Wat is de zin van het leven? En nu we het er toch over hebben, waarom bestaat LA The Voices? Heb ik trouwens nog een vraag. Waarom heet LA The Voices eigenlijk LA The Voices? Goeie vraag. Nog een vraag. Wie zit er in Pinopak? Ik heb nog een vraag. Wie zit er in Gordon? Hele goede vraag. Hele goede vraag. Ik heb nog een vraag. Wie zou dat willen? Dat is een hele goede vraag. Steeds meer wanhoop kwam er in zijn ogen. Ik heb nog één vraag voor jou, vriend. Moet jij goed luisteren? Ja? Ik heb zelf toevalligerwijs 4 keer modaal. Maar ik woon samen met een vrouw die heeft een minimumuitkering. Wij hebben 3 kinderen, waarvan 2 vermoedelijk van mij. Wat betekent dat voor mijn zorgpremie? Dat is gewoon weg. En ik weet, ook hier hebben veel mensen zich druk gemaakt om de zorgpremie. Want dat werd meer en de zorgpremie ging... De zorgpremie is de premie die je betaalt voor de zorg. En die werd hoger en dan gingen mensen zich zorgen maken. Daarom heet die premie ook zo. Maar mensen... Ja, langzamerhand gaan we op hetzelfde ritme komen. Langzamerhand. Ik weet het ook niet, hè. Mensen gingen rekenen, maar de getallen bleken niet te kloppen, weet je wel. Eigenlijk, wat ik het mooiste vond van die hele zorgpremie was dit. Er kwam oproer in de VVD. En u kent misschien de VVD. U kent misschien mensen van de VVD. Vaak mensen met een hoger inkomen en geen enkele kledingsmaak. Maar goed, de VVD raakte in oproer. Ja, want ze moesten meer gaan betalen. Dat was een beetje het ding. Dus de VVD raakte onrustig vanwege de zorgpremie. En wat ik het mooiste vond was wat er binnen die partij gebeurde. Die oproer, dat onderbuikgevoel, dat. En ik heb mij 6 weken lang verheugd op de eerste demonstratie ooit van woedende VVD'ers in dit land. Die partij kan alles hebben. Samenwerken met de PVV is geen enkel punt, jongen. Weet je al, mensen uitzetten naar Soedan, lachen toch, moslims plagen, Polen meldpunt, geen punt. Maar het gaat om het inkomen en de VVD raakte in paniek. Ik verheugde mij op de grootste demonstratie van woedende VVD'ers ooit. Dat Rotary clubs in het hele land luxe touringcars gingen huren om naar Den Haag te rijden. Wel waar. En dat andere VVD'ers zeiden, ik rij zelf wel, schatje, pak de saap. Doet, doet, wel waar.
Allemaal de Saar parkeren en woedend, hè, allemaal naar het Malieveld. Zag Gosrom brooks in de modder. Wat is dat voor kutdemonstratie, ja? En dan met een hockeystick woedend zwaaien. Wat denken ze wel, wat denken ze wel? En de hond mee, de Beagle. Blaffen maar, Floris, blaffen maar, wel waar. Schande, dames en heren. Ik hou zelf niet echt van hockey. Ik ben meer een sportliefhebber. Dit vonden ze in Bussum niet grappig. Maar wat ik wou vertellen... maar dat gold voor de hele avond. Wat ik wou vertellen is... Oké, sport. Ik hou van sport. Misschien hou je ook van sport. Ik herinner me één ding. Ik was een jaar of 10, 11, 12. En ik keek samen met mijn vader naar de Tour de France. Dat vond ik mooi. Mijn vader ook. Dat deden wij samen. Dat vond ik mooi. Dan keek je naar wielrenners. En die gingen hard, joh. Die gingen hard. En je had geen idee dat een deel van die wielrenners ook wel bepaalde medicamenten gebruikte om nog harder te gaan. En de afgelopen 10, 15 jaar bleken ze allemaal medicamenten te gebruiken om harder te gaan. En niemand wist dat, behalve Mart Smeets. Maar verder wist niemand dat. Toch? Tegenwoordig hebben ze medicamenten dat ze met 48 km per uur tegen de Alpe d'Huez op rijden. Dat is op de brommer, is dat al hard, jongens. Echt maar. Die hele sport, dat is verklooid. Iedereen aan de doping, iedereen aan de doping. Onlangs heeft de Rabobank, dat is een bank, zich teruggetrokken uit het wielrennen, want dat vonden ze een onbetrouwbare wereld. Als je daar een klein beetje over nadenkt, ja, dan moet je zelf aan de medicamenten. Dat is echt waar. De Rabobank zei, er is te veel fraude. En dan gaan we weg, zijn ze. Jezus. Zelf gebruik ik trouwens niks. Want mensen denken, ik gebruik helemaal niks. Ik heb voldoende aan jullie energie, een stukje hardlopen, Darjeeling thee en wat Michael Bogert niet opkreeg. Dat is eigenlijk wat ik gebruik. En dat is, ja. Ik vind jullie een mooie sport, maar er is niks van over. Mensen houden van Lance Armstrong, dat is namelijk een held. En nu is het een gevallen held. En ik kan het niet goed zien, maar ik weet zeker dat hier mensen zijn met zo'n geel bandje. Dat kan haast niet anders. In elke zaal tref je mensen met een geel bandje. Waarom? Lance Armstrong. Dat is een held. Live strong. Begrijp ik wel. Weet je? En Lance Armstrong blijkt ook zijn hele carrière met een infuus aan zijn racefiets gereden te hebben. Oké, wordt het toch anders, hè? Maar mensen dragen een bandje. En ik heb daar respect voor, hoor. Laat dat duidelijk zijn. Mensen dragen een geel bandje om te laten zien, ik ben tegen kanker. Dat is goed. Meen ik echt. Ik ken ook vrij weinig mensen die voor kanker zijn zelf, maar goed. Dan nog. Je hebt ook mannen die de afgelopen maand, november, een maand lang hun snor hebben laten staan om te laten zien, ik ben een maand lang tegen prostaatkanker. De rest van het jaar zie ik er een beetje behoorlijk uit, maar een maand lang gewoon dat. Daar heb ik ook respect voor. Als je een maand lang je snor laat staan, zeg ik respect. Maar ik vind een maand een beetje weinig. Ik zag bij het Centraal Station net twee Turkse vrouwen die gewoon het hele jaar door gewoon... Ja, daar zeg ik respect. Want die hebben niet eens een prostaat. Kan je nagaan hoe solidair die dan weer zijn? Maar mocht je een of andere actie voeren, ik vind het goed, hè? Met je bandje of je snor of wat je ook doet, vind het goed, hoor. Er was vorige maand een actie op de tv. Het heette Sta op tegen kanker. Sta op tegen kanker. Ik vind het goed, hè? Bekende Nederlanders namen de moeite om even op te staan. Zo. Ja? Ze zijn erin geslaagd om Erika Terpstra... Nou, dat is een productie. Ik zeg Erika Terpstra, we denken allemaal even aan die bult terug. Oké, even. En weer door. Dat was Erika niet, die zwemt bij Ter Schelling. Ik vind het goed, hè? Ik vind het goed, sta op tegen kanker. Waar ik niet tegen kwam, was dit. Er was een vrouw van de AVRO, een soort presentatiemuts. Die kwam elke avond op tv om het programma aan te kondigen. En dan zei ze letterlijk, als jullie allemaal meedoen en iedereen wordt donateur, zal niemand meer sterven aan kanker. Het is niet waar. Het is niet waar. Helaas, hè? Helaas. Maar het is niet waar. Kanker is zieke en dan ga je dood. Dat is erg, hè? Dan moet je niet bij de AVRO zeggen, als je allemaal meedoet, dat is niet waar. Dat is gewoon niet waar. Sta op tegen kanker moet je doen, maar het is ook een hoop gedoe. Veel vrienden van mij zeiden, ik ben ook tegen kanker, maar opstaan, dat vind ik wel heel veel gedoe. Dat begrijp ik ook wel. Volgens mij zou de actie, blijf lekker liggen op de bank, met twee pizza en een biertje tegen kanker, zou veel beter werken. Maar goed. En mocht je zo'n geel bandje hebben, weet je wel, met Live Strong, je verandert twee letters, staat er Live Wrong, kan je gewoon door. Dat is allemaal goed. Begrijp je wat ik bedoel? Ik heb respect, hoor, maar ik kan me voorstellen, dit is de sport, weet je wel. Dat je denkt, ik vind het niet meer leuk. Wielrennen is niet meer leuk. Voetbal gaat alleen maar over geld. Voetbal gaat over geld, over belangen, over geweld langs het veld. Ik kan me voorstellen dat je denkt, ik vind er geen reet aan. Vroeger was voetbal leuk, weet je. Tegenwoordig slaan ze de grensrechter dood als ze, weet je. En dan zegt de KNVB, er wordt een grensrechter doodgeslagen. En na 3-4 dagen schrikt de KNVB wakker. Dan zeggen ze, oh ja, er is wat gebeurd. En dat weekend daarna mocht niemand voetballen, behalve de profs, want het geld moet stromen. En de boodschap van de KNVB was, zonder respect geen voetbal. Dus allemaal niet voetballen, nee, een bord omhoog houden, zonder respect geen voetbal. En dan zie je week na week zie je profvoetballers. Week na week zie je profvoetballers die schreeuwen tegen de scheidsrechter. Ah, dat coach eroverheen, na afloop de beelden nog een keer weer schreeuwen tegen de scheids. Zonder respect geen voetbal. Ik denk, als de profs hun bek zouden houden, gewoon hun bek zouden houden, dat zou heel veel respect schelen.
Weet je wel? En ik wil niet zeggen dat die dood van die grensrechter de schuld is van Mark van Bommel. Maar het komt wel heel erg dicht in de buurt. Dat is eigenlijk... Dat moment dat ik in Eindhoven de zaal tegen me kreeg. Dus zo bouw je het eigenlijk helemaal op. Ik hou van sport, dat meen ik echt, weet je. Maar ik kan me voorstellen dat je gewoon iets anders wil. Dat je het voetballen zat bent, wielrennen. Ik kan me voorstellen dat je een keer met je gezin gewoon een, weet je, naar iets toe wil. Gewoon lekker. Middagje sporten. Ik kan me voorstellen dat je met je gezin zegt, oké, we gaan vanmiddag naar een kickboxgala. Om gewoon een keer een beetje avontuur in je leven te krijgen. Want elke dag varkenshaasje gaat ook een beetje vervelen. Dus je gaat naar een kickboxgala. Mensen vragen mij, Dolf, durf jij eigenlijk wel grappen te maken over Badr Hari? Nou, voorlopig weer wel. Plus, volgens mij is de kleine komedie toch een soort van horecagelegenheid. Dus... In principe mag je niet naar binnen, dat is eigenlijk wat ik zeg. En ik geef toe, als nu de deur openzwaait en Badr gaat daar zitten... dan wordt het een hele andere avond. Maar goed, ik loop vrij hard. Wat ik wou vertellen... Badr Hari is een kickbokser. Ik heb erover nagedacht. Ja? Kickboksen is een combinatie van kicken en boksen. En dat is ingewikkeld. Want stel ik ga het doen, dan sta ik lekker te boksen en gaan zij kicken. Wil ik een keer kicken, gaan ze boksen. Ik verlies altijd. Maar goed, Badr Hari heeft veel klappen gehad. Badr Hari's hoofd is een beetje in de war. Dat zie je niet alleen aan zijn huidige vrouw, maar ook aan andere dingen in zijn leven. Dat is geen dat is een feit. Dames en heren. Als het nou opgenomen voor Estelle Gullit, dan word ik echt gek. Hoor. Maar goed, als ik Ruud Gullit was, dan zou ik niet bij de nieuwe vriend van mijn ex gaan klagen over de hoogte van de alimentatie. Ik zou hem gewoon lekker betalen. Maar goed. Berlusconi, ander verhaal. Waar het mij om gaat, is dit. Badr Hari weet niet wat een horecagelegenheid is. Hij is in de war. Dat begreep ik. Volgens mij is voor Badr een horecagelegenheid letterlijk elke plek waar hij pas iemand invalide mag schoppen na gebruik van consumptie. Dat is een aardige afspraak en dan mag je door. Marcel, je gaat naar een kickbox halen. Gewoon met het hele gezin. Je komt terecht in Brabant bij de Battle of Zijtaart. Als ik op zich... Stel, je bent een kickboxer en je bent serieus aan het trainen. En na 6 maanden keihard trainen, zeg je coach, je gaat meedoen aan de Battle of Zijtaart. Ik zou echt een andere sport zoeken. Stel dat je heel goed bent en per ongeluk win je de Battle of Zijtaart. Dan krijg je een belt. Dan loop je de rest van je leven met een belt. De Battle of Zijtaart. Ik zou echt op deze manier de sportschool binnenkomen. Nee, ik heb niks gedaan. Nee. Je bent gewoon een mislukte banketbakker. Maar goed. Stel, je bent met het hele gezin bij de Battle of Zijtaart of ergens anders. Het loopt uit de hand. Dat kan zomaar gebeuren. Er vliegen een paar stoelen door de lucht, 3 kogels, een scheidsrechter. Oké. Je raakt gewond. Je raakt onverwacht gewond. Of je bent een man. Er is een espressoapparaat wat het niet doet. Je ramt er een beitel in. 220, heel oude kerk zonder stroom. Je bent gewond. Oké. Je moet naar de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Ze leggen je op een brancard en ze rijden je weg. Je weet nog net, terwijl je al ligt te mompelen... Breng me niet naar Spijkenisse. Oké. Wat op zich een zin is die altijd nuttig is. Maar goed... Spijkenisse is het Almere van Rotterdam. Dan heb je ongeveer een beeld. Alleen met wegwijzers. Waar het om gaat... Je ligt daar. Je moet naar een ziekenhuis. Je komt terecht... Oké, laten we zeggen, je komt terecht in een serieus ziekenhuis. Je komt terecht op de afdeling spoedeisende hulp van de Vrije Universiteit. Dat is een ziekenhuis aan de rand van Amsterdam. Hoort er niet echt bij, maar goed. Oké. Je wordt daar binnen gereden en je bent gewond. Ik heb het echt over gewond, hè. Dus ik heb het echt over je ingewanden hangen eruit en je arm in een plastic zakje. Oké. Je komt daar binnen. Je ligt daar. Meteen melden zich 3 mensen in een witte jas. Die staan bij je bed met zo'n iWorks. iWorks. Want je hebt geen oogarts nodig, maar goed. Ze buigen zich over je heen. Je bent echt gewond, hè? Ze buigen zich over je heen en het eerste wat ze zeggen is... Leuk u te zien. Dat is een rare zin op de afdeling spoedeisende hulp. Want er liggen allemaal dingen uit. Je verliest bloed. Leuk u te zien. Volgende zin van deze mensen, iWorks, is... Mogen wij u filmen voor op tv? Wat jij niet weet, terwijl je daar vecht voor je leven, is dat in de coulissen Reinoud Oerlemans staat in net zo'n witte jas met iWorks en... Probeer dit beeld nog voor de jaarwisseling kwijt te raken. Dat is voor mij een stuk ingewikkelder dan voor jullie, want ik doe het elke avond. Reinoud Oerlemans die staat er. Die maakt een programma. Dat gaat over mensen in een crisissituatie. Je ligt op de afdeling spoedeisende hulp. Stel dat je daar ligt en je durft nog te vragen... Welk programma is het? Dan krijg je als antwoord tussen leven en dood. Heb je 1 keer de hoofdrol, weet je al een beetje wat de afloop is. Dat is wat het is, hè? Moet je luisteren. Als je er wil kijken, moet je kijken. Weet je wel? Als je een programma wil maken op de eerste hulp, ik vind het goed. We maken er dan een beetje show van. Wat ik zou willen, is een programma op de afdeling spoedeisende hulp... waar een beetje aandacht aan besteed is.
Wat ik wil is een eerste hulp waar de patiënten gewoon één voor één worden binnengereden. Hier staan 4 rode stoelen. 1, 2, 3, 4. Op elke rode stoel een bekende Nederlander. Met zijn rug naar de afdeling spoedeisende hulp. Ze zien de patiënten niet. Ze horen alleen het geluid wat eruit komt. En als ze een geluid horen wat ze bevalt, dan rammen ze op een rode knop. En dan zit je in het team van Marco Borsato. Dat is wat het is. En tijdens de laatste aflevering, als extraatje, naaien wij Nick en Simon aan elkaar vast. Vind ik een goed idee. Want niemand weet wie wie is, dan ben je in één keer klaar. Noemen we hem Snik. Maar je ligt daar nog steeds, hè? En je bent nog steeds zwaar gewond. Je weet niet dat Oerlemans over jouw rug geld wil verdienen. Oerlemans wil programma's maken, het mag allemaal, hè? Hij wil geld. En dan zegt hij letterlijk, over tussen leven en dood, zei hij letterlijk, wij willen van tussen leven en dood een integer programma maken. Dus mensen zijn zwaar gewond en die gaan we filmen. Integer. Integer betekent, zal ik toch even vertellen, integer betekent echt, oprecht en betrouwbaar. Ja? Reinoud Oerlemans en integer in één zin, dat kan niet. Behalve zojuist om te zeggen dat het niet kan. Het is niet waar. Het is gewoon niet waar. Hij wil gewoon kijkcijfers, allemaal goed, maar je moet het niet doen, vind ik. Je moet niet mensen in een crisissituatie op tv pleuren, vind ik. Je moet niet een programma maken wat de echtscheiding heet. De echtscheiding betekent, je ligt in een echtscheiding. En wat er dan gebeurt, over alle ellende heen, komt Natasha Vroger met een cameraploeg om je huilende kinderen integer in beeld te brengen. Als ik een vrouw had, en die zou om wat voor reden dan ook die voeg van een Vroger uitnodigen, dat was voor mij reden tot echtscheiding, edelachtbaar, in één keer. En als ik een boer zou zijn, en ik zag Yvonne T-Servies mij het erf opwandelen, dan zou ik de gierput wijd openzetten en zeggen, kom binnen Yvonne, ga lekker zitten. Ik vind dat je het niet moet doen. Ik vind dat je het niet moet doen. Er zijn volgens mij en ik wil me niet opwinden. Ik wil me niet opwinden. Het zijn onbelangrijke dingen, maar soms gebeurt het me toch. Ik zal nog één voorbeeld geven. Er is dit najaar een programma uitgezonden op de Nederlandse tv. Het programma heet Sterren Springen. U heeft daar meer naar gekeken dan ik. Sterren springen op zaterdagavond van een duikplank. En ik vind alles goed. Ik lees liever een goed boek, maar u mag daarnaar kijken. Sterren springen op zaterdagavond van een duikplank. En nu kijken we nu aan, Dolf, waarom zou jij je daarover opwinden? Dan zal ik u uitleggen, ik ben daarvoor gebeld. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat ik me daar een klein beetje over opwind. Ik dacht, er is geen bodem. Jazeker wel, daar is die. Ik ben daarvoor gebeld. Het was midden in de zomer. Ik kreeg een dame aan de lijn, hallo met die en die van iWorks. Wij gaan in het najaar wekelijks op SBS6 een programma uitzenden waarbij sterren gaan springen van een duikplank. Ik zeg, nou, bedankt voor de waarschuwing. En ik ga weer op. Toch. Daar nemen zij geen genoegen mee. Want ze hebben je nummer en ze bellen je zo weer terug. Dus die vrouw op een paar moment. Liep die grap achter, dat maakt niet uit. Dat heb je met vrouwen. Ik zeg, mevrouw, moet je luisteren. Leg het me uit. Zeg, nou, we gaan een programma maken. En dan gaan sterren springen van een duikplank. Ik zeg, wat een concept. Is er lang over nagedacht? Ja, meerdere minuten. Dus, moet je luisteren. Dan zeggen ze letterlijk, want ik word wel vaker gebeld voor dingen. Dat zeggen ze letterlijk, het leek ons zo leuk als jij zou meedoen. Dat is niet waar. Ze hebben iedereen gebeld. Ze hebben mij te bellen. Mij. Je hebt in Nederland, dat weet je misschien, de elite. Dat is een hele dunne laag. Mensen die echt iets kunnen. Daaronder heb je een iets bredere laag, bekende Nederlanders. Die kunnen net aanhaken bij Matthijs van Nieuwkerk als tafelheer. En daaronder heb je een soort van subcategorie. Dat is een kaartenbak met, nou ja, Terror Jaap, Petty Bart en ik dus. Dat is eigenlijk wat het is. Ja. En dan bellen ze je op. Maar ik ben een beleefde jongeman, dus ik ga het gesprek gewoon aan. Ik zeg, mevrouw, als ik zou meedoen aan sterren springen van een duikplank, wordt het volgens mij sterren waaien van een duikplank. En de volgende week dreggen naar sterren, want ik kan niet zwemmen. Ja. Minuten later, ja, het maakt er niet uit. En voor de duidelijkheid, u mag daarvan genieten. Ik heb ook Petty Bart van 10 meter hoogte. Zien landen op haar onderlip. Ik zeg prestatie, natuurlijk wel. Terwijl de 148 keer teruggekeken. Als je goed kijkt op het moment van de landing, zie je allemaal zakjes wegschieten. Echt waar, pof, pof, pof. Vind je het goed, hè? Ik lees de kranten. Ik lees Petty Bart, gewond. Ik lees Chaka, gewond. Een van de actrices, ik kende haar niet eens, raakte ook gewond. Ik denk, volgens mij werkt Oerlemans stiekem aan een nieuw programma. Dat gaat heten bekende Nederlanders op de eerste hulp. Kan je gewoon doordraaien. En ik wil me niet opwinden. Wat gebeurt toch? Voel je? Het gebeurt me toch. Eén ding nog. Hare Majesteit de Koningin.
Als er nou één vrouw is waar ik me niet over wil opwinden, dan is het wel haar majesteit de koningin. Want ik heb de majesteit hoog zitten. Dat meen ik echt. Elsevier zei een week of twee geleden dat de majesteit is de Nederlander van het jaar. En ik ben het daarmee eens. Ik lees de Elsevier puur om de vijand te leren kennen. Maar in dit geval ben ik het met ze eens. Hare majesteit is voor mij ook echt een topwijf. Dat weet je misschien. Vroeger hadden wij de majesteit nodig. Als moeder van het vaderland. Als vrouw boven de partij. Ja? Er was een moment, vaak in de politiek, dat er een nieuw kabinet geformeerd moest worden. Meestal elke anderhalf jaar komt er een nieuw kabinet. Oké. In de periode Balkenende iets vaker. Wat er gebeurde, dan werd de majesteit gevraagd. En dan stond ze boven de partijen en dan gaf ze advies. Boven de partijen tegen iedereen, jongens, die kant op, probeer het. Dat was de majesteit. En dit jaar zei de politiek, we hebben je niet meer nodig. Nee joh, we doen het zelf wel. En toen kregen wij in plaats van hare majesteit, Henk Kamp, dames en heren. En ik vind persoonlijk de overgang van de majesteit naar Henk Kamp een vrij grote overgang. Alsof ik aankondig, dames en heren, Doutzen Kroes. En dan komt Daphne Dekkers op. Dat is ongeveer wat het is. De majesteit was niet nodig. We kregen een kabinet, Rutte 2. Het staat in principe nog min of meer overeind. Maar ik denk, ze hadden de majesteit in moeten zetten. Hebben ze niet gedaan. En toen was Rutte 2 gevormd. En toen had Rutte de gore moed om gewoon naar haar bordes te gaan. En te zeggen, mogen wij hier staan? Als ik de majesteit was geweest, had ik gezegd, Mark, opgetiefd, zoek je eigen bordes maar. En nou wegwezen, ja. Voel je dat? Maar dat zegt ze niet. Dat zegt zij niet. Ik had van de week een kersttoespraak geschreven. Hij lekt uit, zat zij hem voor te lezen. Ik vond het ook schande. Prachtige valhelm trouwens. Maar daar gaat het niet om. Het gaat mij erom dat de majesteit een vrouw is van het volk. En ze heeft een familie, net als u. En er gebeuren leuke dingen en er gebeuren minder leuke dingen. En wij volgen dat. Zij heeft een schoondochter, die heet Maxima. Een topwijf. En Maxima, maand of 4, 5 geleden, zwom ze hier in de grachten. Ja? In een soort van wetsuit, dry suit, een of andere suit. Geen borsten meer over. En Maxima, die zwom gewoon, omdat het een gewone vrouw is, en die zwom 2,5 kilometer door de grachten. Prachtig. En die beelden zijn overal uitgezonden. In Argentinië hebben ze het beeld gezien van Maxima, die dreef gewoon in een Amsterdamse gracht. En het schijnt haar vader gevraagd te hebben, wie heeft er erin gegooid? Dat was de vraag van haar. Maar er zijn ook minder leuke dingen. Ze heeft een zoon, de koningin, weet je ook wel, en die ging skiën op de verkeerde plek. En die raakt zwaar gewond, die raakt in coma. En wat is, hoe lang is het geleden? 10 maanden geleden. Een jongen ligt in coma. Vreselijk. Diepe coma. Diepe. Als je zelf kinderen hebt, kan je je voorstellen hoe groot dat verdriet is. Diepe coma. En toen een maand, 5 weken geleden, kwam er nieuws uit Engeland. Het gaat misschien iets beter met hem. Misschien, hè? Want hij was niet meer in diepe coma. Hij had nu minimale tekenen van bewustzijn. En ik weet het ook niet en u ook niet, maar het klinkt goed, toch? Minimale tekenen van bewustzijn. Of zoals ze op RTL 5 zeggen, voldoende voor een talkshow op zaterdagavond. Dat is eigenlijk... Althans, ik heb zelf niet het idee dat Britt Dekker er erg ver boven zit. Dat is eigenlijk wat ik... De koningin heb ik nog steeds hoog zitten. En ik ga iets aan jullie vragen, want u bent een zaal met durf, dat voel ik er alles. De koningin gaat 1 keer per jaar, op 30 april, gaat ze onder de gewone mensen. Dan mengt ze zich onder het gewone volk. En dat is zwaar, dat weet ik ook. De koningin ging dit jaar naar 2... Waar is de koningin geweest op 30 april? Waar? Wat zegt u? Niet naar Wageningen, dat was Bernard. Prachtig. Waar is je wel geweest? Veenendaal, dank u wel. En andere plek? Renen, dank u wel. De intelligentia zit hier, dames en heren. Dat lijkt me duidelijk. Prachtig, dank u wel. Het is correct hoor. Renen en Veenendaal. Prachtig. Mooi. Zelf ken ik Veenendaal vrij goed. Veenendaal. Ik ben er onlangs geweest. Ik heb onlangs gespeeld in Veenendaal. Ik weet niet of u Veenendaal een beetje kent. Ja, u wel, maar even de rest. Dat begreep ik al. We hadden daar een gesprek over. Mag ik vragen, komt u uit Veenendaal? Nee, mijn ouders wonen. Uw ouders wonen daar. En mag ik zeggen dat u ontsnapt bent? Is dat een... Juist. Zij zijn daarheen gevlucht. Ik kom uit Amsterdam. U komt uit Amsterdam en zij zijn vrijwillig naar Veenendaal gegaan? Ja. Oké, nou dan lijkt me dat daar jaren van intensieve therapie aan te pas moet komen om daar... Mag ik 1 ding over Veenendaal vertellen? Dat doe ik normaal niet, maar omdat we nu toch contact hebben, waarom niet? Ik was laatst in Veenendaal. En ik had me verdiept in Veenendaal. En u weet dat, maar u niet. Veenendaal is de center of the Bible Belt in Nederland. Je hebt de Bible Belt, dat is eigenlijk het gebied waar echte christenen wonen. En als je naar Nederland kijkt en je begint bij de oude Zuiderzee, het IJsselmeer. En dan trek je een diagonaal over Nederland. Dan ga je dus zeggen, vanaf de Zuiderzee, IJsselmeer, ga je in principe over de Veluwe. Dan kom je langs Veenendaal, dan ga je zo Zuid-Holland in en dan kom je op de Zeeuwse eilanden uit. En dat gebied, die strook, is de Bible Belt. En daar wonen de christenen en je zou er een hek omheen kunnen zetten. Maar goed, Veenendaal, u weet dat, de rest niet. Veenendaal
is the center of the Bible Belt. Dat zijn de echte christenen. Weet je, daar hebben ze nog liggen kousen in 50 tinten zwart. Oké. Okay. En ik vind dat ook wel geil, maar laten we dat gewoon vergeten. Sorry. Dus, ze gingen niet alleen naar Veenendaal. Ik ben laatst in Veenendaal geweest. Een week of 6 geleden gingen wij naar Veenendaal. Want er was een contract, dan ga je naar Veenendaal. Maar wat mij opviel, ik was geboekt op een zondagavond. Als je op zondagavond wordt geboekt in Veenendaal, is iemand bezig om je carrière kapot te maken. Dat lijkt me duidelijk. Maar er waren mensen en het was een hele avond. Dus, wat zegt u? Ja, maar dat is minder grappig. Voel je ook wel, hè? Oké. Ik heb thuis een vrouw die mijn zinnen afmaakt. Dan vind ik wel lekker om een keer wat anders te hebben, maar... Je kan ook gewoon je smoel houden. Wat ik wou vertellen. Wat ik vaak probeer is minder woorden te gebruiken. Dan kan ik meer kwijt. Maar ja, als we er allemaal doorheen gelopen lopen, dan hebben we een ander ding, weet je wel. Ondertussen... is de koninklijke bus gearriveerd in Renen. Ik ga jullie nog één vraag stellen. U moet even uw mond houden, want u heeft uw prijs al gewonnen. Nou, andere vraag. Wat heeft de familie gedaan in Renen? Ik heb het niet over zakhappen, koeklopen. Ik heb het over iets anders. Wat heeft de familie gedaan in Renen? WC-pot werpen. Jazeker wel. Langzamerhand stroomt de intelligentie uit over de hele zaal. Behalve daar naartoe. Dus, dames en heren, probeer even u in te leven. Je bent een prins. Je hebt een hoge opleiding en een jasje en een stropdas. Ja? Dan sta je in fucking Renen. Sta je met een wc-pot en een glimlach. En dan moet je werpen. En dan zegt de koningin, het moet geen toneelstukje worden. Dat is eigenlijk wat het is. Ja? Je hebt een opleiding. Je bent een prins. Je hebt een vrouw, dat is een prinses. Je staat gewoon met een wc-pot. Er staan camera's. Mensen hebben dat gezien. U weet dat. Een wc-pot werpen. Dan vraag je af, waarom? Toen zei de organisator van het wc-pot werpen in Renen, nou, wij vonden het wel een goed idee, want Willem-Alexander zit in het watermanagement. Dan sta je gewoon met een wc-pot te werpen. En ook, oh, de mijne ging verder dan de jouwe. Ja! Na een maand, vrienden, vriendinnen, na een maand zei Willem-Alexander dat hij met terugwerkende kracht toch wel enige gêne voelde voor het werpen met een wc-pot. Na een maand, niet na 3 minuten in de bus stappen en fuck it, we gaan naar Veenendaal, nee. Willem-Alexander spreekt zich netjes uit dat hij enige gêne voelde voor et cetera. Dezelfde avond nog zit de organisator van het wc-potwerpen te Renen aan tafel bij Pauw en Witteman. En zegt daar dat al die ophef wat hem betreft volstrekt onnodig was. Want, zei die gozer, want alle wc-potten die het werpen hadden overleefd, waren verscheept naar Afrika. Stel je even voor, je woont in Zuid-Soedan. Je hebt nogal een kutleven, want je woont in Zuid-Soedan. Het is erg warm, er is een burgeroorlog geweest, je hebt honger, je woont namelijk in Zuid-Soedan. Half juni arriveert er een grote container. With regards from Marine. Dus jij denkt, misschien wel een varkenshaasje. Je trekt de container open, er rollen 36 wc-potten naar buiten. Stel je voor, je bent een lange, magere neger in de woestijn van Zuid-Soedan met een wc-pot onder je arm. Nou, bedankt. Prachtige wc-pot. Is er ook nog ergens een riool, toevallig? Nou, het dichtstbijzijnde riool is in Kaapstad. Nou, ga ik daar eens even lekker schijten, denk ik. Ja. Oh, ja. Er zijn geen grenzen. En ik wou het niet over Badr Hari hebben, maar goed, jullie begonnen erover. Badr Hari. Badr Hari is in kickboksen. En Badr Hari is in de war, dat zie je van alles. En Badr Hari, oké. En Badr Hari is met Estelle, dat weet je ook. En Estelle is een voetbalvrouw. Estelle is een voetbalvrouw. En een voetbalvrouw is volgens mij een vrouw die haar IQ heeft ingeruild voor een creditcard. Dat is een keuze in je leven. Oké. Okay. Maar Estelle heeft nu een kickbokser. Dan denk ik, als je onder voetbalvrouwen kijkt, dat daar vrij veel haat en nijd is. Vrij veel jaloezie, denk ik. Toch? Want die hebben vrij weinig anders. Ik denk dat andere voetbalvrouwen nu kijken van, fuck, Estelle heeft een kickbokser. Dat is toch even een andere divisie. Dan, stel je voor, je bent Jolante Kabeljauw van Gastruimte. Probeer even dat in te... Heel even. Er komt een moment dat Jolante, die tuinkebouwer, toch een klein beetje zat is. Toch? Van nou, en nou weg met je tattoos. Pof, en weg. Maar dan moet Jolante een nieuwe.
Dan kan je niet aankomen met de linkerspits van RKC Waalwijk. Want ondertussen heeft Estelle een kickbokser. Ik denk dat ja, zij moet daar overheen, Jolante. Dus dat wordt van haar of een bijlmoordenaar of Bram Moskowitz. Dat lijkt me eigenlijk twee opties. Het was half augustus. En half augustus was het en ik zat ergens een broodje te eten. Want ik eet echt wel. En ik moet er even één ding over vertellen. Het was verderop hier toevallig in het centrum van Amsterdam. Misschien kan je het zien op die afstand. Het was een beetje lounge-achtige, hele trendy, hippe tint. Ik had eigenlijk geen idee hoe ik moest zitten. Want het was niet echt een tafel of zo. Dus ik denk, nou ja. Dus ik zat een beetje te zoeken naar van hoe. Weet je, dat je dan ja, wel aanwezig bent, maar ook weer niet. Van, dus ik zat een klein beetje. Voel je? Ik had toch een beetje problemen, omdat. Ik had nog een tijdje zo gezeten, daar begrepen ze helemaal niet. Dus ik zocht een beetje naar een houding. Ik dacht van, nou, dat is misschien wel. Dus ik. Ik wist niet precies. Dus ik zat. En ik zat laatst in een Joods restaurant Manna. Ik deed mijn handen zo, het brood flikkerde zo naar beneden. Ik kon gewoon even. Maar goed, dus ik zat op een paar minuten ontspannen. En. Dus. Wat ik nog wil vertellen, ik zat op een poef. En het bleek was helemaal niet mijn poef. Dat was gewoon een deelpoef. Want hier zit ook iemand. En hier ook. Dat vond ik al raar. Ik denk, het is mijn poef. Nee, was niet waar. Ik zal niet het hele verhaal vertellen, maar toch wel het grootste deel. Hier zat een vrouw. Dat is verder oké. Okay. Was een jonge vrouw. En met een vriendin, die zweefde daar in het luchtledige. Want daar was helemaal niks. En die vrouwen zaten samen een broodje te eten. Van twee kanten. En, zo goed beeld, toch? Zit je gewoon van twee kanten door een stokbrood heen vreet. Net zolang tot je elkaar raakt. Die vrouwen hadden een gesprek. En ik wil even één ding zeggen. Misschien een beetje ouderwets of zo. Maar ik vind dat er plekken zijn waar je volume een beetje aanpast aan de ambiance. Vind ik, hè? Dus ik vind in een restaurant, een beetje rustig. In een stiltecoupé, een beetje rustig. Crematie, een beetje rustig. Ik vind het gewoon raar als je in de aula van de crematie staat. En dan komt iemand binnen. Hé, hey, gozer, hoe is ie? Yo! Ik vind het raar. Ook omdat hij dood is. Dat is gewoon. Die vrouw had er een heel ander idee over. Die voerde een gesprek en ik kon dat woordelijk volgen. Oké. Okay. Het ging over haar ouders. En die waren op vakantie in Zuid-Afrika. Ik heb het hele verhaal. En zei... Okay. Op een bepaald moment zegt zij tegen haar vriendin, letterlijk de zin... Vandaag is een hele spannende dag. Het is een hele spannende dag. Zij zei, want, zegt ze, mijn ouders gaan vandaag zwemmen met de haaien. Toen dacht ik, in mijn hoofd, hè, zij vergist zich, dacht ik. Want dat kan een vrouw ook overkomen, toch? Ik denk, zij vergist zich. Ik had kunnen zeggen, dolfijnen. Maar ik denk, hou gewoon mijn smoel. Gewoon het gesprek afluisteren. Ik krijg al aandacht voldoende. En voor de duidelijkheid, misschien vergis ik mij. Kan ook gebeuren. Ik weet dat niet. Het lijkt wel eens sterk dat je vanwege met arken reizen 10 dagen Zuid-Afrika boekt. En dat de reisleider dan op dag 7 zegt, nou jongens, loop maar lekker de oceaan in. Wij hebben wat haaien geregeld. Kijken of jullie kunnen zwemmen. Het lijkt me niet. Ik weet het niet, hè? Het scheelt wel een hoop retourvluchten. Dan word je 3 dagen later word je gebeld door ANWB repatriëring. Nou, ouders zijn op Schiphol geland. Ze zitten in 3 rubberen zakken. Kijk zelf maar even wat de volgorde is. Dat... Aan de andere kant zou Joris Linssen wel met zijn bek vol tanden staan. Hello, goodbye. Maar goed, die vrouw had een gesprek, ging over haaien. Ik denk het niet, hè. Er zijn plekken waar haaien zijn. En waarom moet je niet zwemmen? Denk ik dan, hè. Ik zal een voorbeeld geven. Australië, daar waren vroeger geen haaien. Tegenwoordig wel. Hoe komt dat? Zal ik vertellen. Je hebt oceaan rond Australië, heel veel vis. Maar wij, in Nederland, andere landen ook, wij subsidiëren de visserij. Extreem, net als de landbouw. Wij subsidiëren de landbouw en maar door, en maar door, en maar door. Daarom blijft het overeind. Visserij ook. Kopen immense boten, trekken de hele oceaan leeg. De hele zeebodem nog god, alle vissen dood. En lekker. Op een bepaald moment raakt de vis een beetje op. Dus die haaien hebben honger. Dus die komen wat dichter naar Australië op zoek naar wat te eten. Het gevolg is nu dat op jaarbasis bij Australië een 6-tal surfers wordt gegrepen door een haai. Nu heeft de regering in Australië besloten om alle haaien te gaan afschieten om de surfstand niet in gevaar te brengen. Dames en heren. Zover is de beschaving voortgeschreden. Voor de duidelijkheid, rondom Australië verdrinken per jaar 300 à 400 mensen. Ik zou zeggen, de oceaan leegpompen. Gewoon voor de zekerheid. Ik denk dat als jij gaat surfen op een plek waar ook wel eens een haai is... en je wordt gegrepen, ik heb het over je plank, ik heb het over je been. Ik vind het ook erg, hoor. Maar als je wordt gegrepen, ik zou dat willen noemen het risico van de surfer.
En ik moet nu opeens denken aan Fred Teven. Ik weet zelf ook niet hoe het komt, maar ik moet even denken aan Fred Teven. Dit is eigenlijk de enige imitatie van de avond, dames en heren. Dit is Fred Teven. Ik hoop dat u hem herkend heeft. Ik heb nu 3 keer gezegd dat het Fred Teven is, dus het lijkt me nu wel duidelijk. Fred Teven, dames en heren, is de law and order man van de VVD. Dat weet u misschien. Fred Teven. En Fred Teven die loopt zo, want als hij zo stond zou je denken, dikke man, raar haar. Oh nee, Fred Teven. Okay. Ik wil 1 ding vertellen over Fred Teven. Toch van belang, hij doet justitiedingetjes. En Fred Teven die laat middels zijn houding en zijn lichaam zien dat hij jarenlang agent van politie is geweest. En dan loop je, zoals u weet, op deze manier over straat. Dat is wat je bent als agent. Fred had alleen 1 probleem, zijn schouders zaten vrij hoog. Dus hij kon net niet bij zijn holster. Hij kon echt... Dat is kut natuurlijk. Dus hij heeft nooit echt geschoten met zijn gun. Of zoals ze op Den Haag-Hollandspoor zeggen, dat is wel zo veilig. Maar goed, dat is geen oor, dat is een feit. Wat ik wou vertellen, is dit. Fred Teven van Law and Order. Ik kan dit niet te lang, want dan krijg ik echt kramp in mijn nek. Fred Teven, die is van Law and Order. En dat vindt de VVD belangrijk. De VVD staat voor Law and Order. Dat geldt ook binnen de eigen partij. Hou je aan de wet, behalve in Noord-Holland, Limburg en andere provincies, waar het even anders valt. Fred Teven had een moment dit jaar. Misschien dat je het nog weet. Er was een moment in Diessen. Dat is een dorpje in Brabant. Er waren inbrekers en die gingen inbreken, want dat is wat ze doen. De bewoners hebben dat gehoord, gemerkt. Die hebben 2 inbrekers gepakt. 1 wist te ontsnappen, die andere hebben ze geslagen. Sterker nog, die hebben ze doodgeslagen. Mag ik jou een vraag stellen? Hoe heet je? Judith. Mag ik een gesprek? Ja, laat ik zo zeggen, we hebben contact en jij kan niet weg. Als het eerder in mijn leven ook zo makkelijk ging met vrouwen, had mijn leven er anders uitgezien. Maar gelukkig is dat niet het geval. Judith, mag ik vragen, waar woon jij? In Hilversum? Ja. Wat leuk, joh. Ik ken Hilversum vrij goed en ik doe echt mijn best om positief te blijven. Hilversum, ik ken zelf alleen het Mediapark en dat is een prachtige plek qua creativiteit en architectuur Oost-Duitsland 1972. Mag ik vragen waar in Hilversum? Waar, ik kom niet langs, maar gewoon waar ongeveer? Hilversum-Zuid. Hilversum-Zuid, dat is het betere deel, toch? Ja. Oké. Dan kan je nagaan hoe Hilversum-Noord eruit ziet. Laten we gewoon het gesprek voort. Het gaat om de volgende situatie. Je hebt een huis, er wordt ingebroken bij jou. Is erg. Is er iets in jouw huis, een object, iets, als ze dat zouden meenemen, dat je dan zo kwaad zou worden, dat je zegt, dan zou ik geweld gebruiken. Iets in jouw huis zegt, daar moeten ze van afblijven. Maar daar ging het om, hè? Die mensen waren zo kwaad dat ze iemand hebben doodgeslagen. Is er iets in jouw huis dat je zegt, daar moeten ze van afblijven? Ik zou het niet zo even weten. Hoe jij bij Judith? Je twijfelt even, maar je hoort... Nee, hij ziet die blik van Judith, hij begrijpt, dat wordt een zware avond. Nee. Ja, je hoort bij Judith? Ik ben een vriend van Judith. Je bent een vriend van Judith. Ken je haar huis? Nee. Je kent Judith, maar niet haar huis. Jullie treffen elkaar op een andere plek. Nee, maar... Ik ben zo blij dat deze niet op tv komt. Het is allemaal live en internet, dus die is al weg, die is al voorbij. Waar het mij om gaat, is dit, hè? Er is niks in jouw huis dat je zegt, dan moeten ze afblijven. Ze mogen alles meenemen, eigenlijk. Mijn oppashond. Jouw oppashond? Ja, die mogen ze niet meenemen. En, ja... Die is er nu. Ja, dat begrijp ik. Ja, ja, ja. De hond is er nu, want die past op. Ja. Want inbrekers die nu zitten te kijken en denken, in heel zin wat te halen. Niet doen, want ze hebben een oppashond. Ik denk bij een oppashond aan dat je je kinderen gewoon achterlaat. Is het een hond naast de wieg? Van nou, gewoon blaf als het is, denk ik, hè? Maar dat is geen oppashond, dan ben je gewoon debiel. Maar, dus voor de duidelijkheid. Jij past niet op de hond, maar de hond past op je huis. Ja. Oké, prachtig. En nu pas ik er even. En nu natuurlijk niet, want nu ben je hier. Ja, maar als we de hond mee zouden nemen, zou een hele slechte oppashond zijn. Ja. Want... Ik bedoel... Je hebt een oppashond om op te passen. Dat die inbrekers denken, weet je wat, we pakken eerst de hond, halen daarna de rest van het huis leeg. Dat begrijp ik. Oké. Nog 1 ding willen de mensen weten, interesseert mij niet. Wat voor hond is het? Een labrador. Dat zijn hele... Echt waar, die liggen al zo als je binnenkomt. Ik zweer het. Maar goed. Voor de duidelijkheid, bij deze vraag zijn geen goede en slechte antwoorden. Ik vind dit een goed verhaal. En als inbreker, ik zou het wel weten, maar...
het was in die zin trouwens nog erger. Wat nog erger. Kijk, ik zou ook geen geweld gebruiken. En jullie lijken me ook geen gewelddadige types. Als ze bij mij in zouden breken. Ik bedoel, ik heb echt wel spullen en zo. Maar ik zou geen geweld gebruiken. Want mijn angst zou zijn, ik geef een klap. En door de terugslag lig ik zelf in mijn achtertuin. Hoe moet je doen? Maar ik kan me voorstellen, als je een oppashond hebt. Ander verhaal. Die mensen in Diezen, die hadden, dat is nog erger. Die hadden tropische vogels. En niet uit hobby, maar handel. Want tropische vogels, dat kost klauwen met geld. Dus die mensen hadden een volière met tropische vogels. En toen waren er, een maand of 5 geleden, 2 inbrekers. Die hadden besloten, wij gaan de tropische vogels pakken. Ik denk, als je in de branche van het inbreken in Nederland kijkt, dat je als dief van tropische vogels niet echt aan de top van de branche zit. Denk ik zelf. Ik denk persoonlijk dat als boeven 1 keer per jaar hun brancheoverleg hebben, na weet ik veel, een opname van Nova College Tour, dat je, zou maar zeggen, niet echt scoort, denk ik. Maar goed, er was een moment, een maand of 5 geleden, 2 dieven liepen door Diezen. Met zo'n balkje, anders herkennen die ze niet. En die liepen. Op een bepaald moment hoorde een van die boeven tjilp, tjilp, tjilp. Of een ander geluid. Prr, prr, weet ik veel. Ze wezen elkaar. De volière. Dan komt er een moment. Dan moet de volière open. Want je wil de vogels pakken. Ik denk als je de volière opent. Dat die vogels denken. De tropen zijn daar. Ik ben een vogel. Goedemiddag. Prr, en weg. Loop je om 2:30 s'nachts met een jutezak. Doe die ze. God voor de God voor de God voor de God voor de God. Ik denk dat je volgende gedachte is. Volgende keer pak ik gewoon een museum in Rotterdam. Ik neem die mee, die. Lekker met de metro naar huis. Fred Teven. Ze hebben hem doodgeslagen. Dat vind ik wel erg en zo. Maar een risico van het inbreken. Dat moet je niet doen, Fred. Dat moet je niet doen. Dat heet eigen richting. En daar moet je niet voor zijn. Je bent van justitie. Eigen richting betekent, nou, ik kijk zelf wel. Bam, sla je er eentje dood. Eigen richting. Moet je niet doen. Nee? Ik bedoel, eigen richting is ook de grensrechter deugd niet slaan op zijn bek. In Amerika betekent eigen richting allemaal een wapen tot we elkaar doodgeschoten hebben. Land of the free. Voel je? Eigen richting moet je niet doen. Denk ik, hè? Fredje? Nog een vraag. Judith. We gaan een heel ander pad bewandelen. We gaan praten. Laten we even met z'n allen praten over Jezus. Dat is eigenlijk het enige moment in Veenendaal dat ik iets van contact met de zaal. Denk jij? Gewoon wat je denkt. Had Jezus een vrouw? Gewoon wat je denkt. Ja. Ze zei ja. En het leuke is, ik denk dat ook. Terwijl als je de heilige boeken leest, de Bijbel of andere verhalen, in de heilige boeken staat, Jezus had geen vrouw. Maar ik denk dat wij gelijk hebben. Ik denk dat Jezus een vrouw had. In de heilige boeken staat van niet. Jezus had geen vrouw. Het hele celibaat, priesters, is erop gebaseerd. Jezus had geen vrouw. Dan mogen jullie ook geen vrouw. Terwijl ik denk, als wij gelijk hebben, had Jezus wel een vrouw. Had die hele commissie Deetman geen werk gehad. Alleen. Is niet grappig, wel waar. Denk nou even met z'n allen aan Jezus. Heel even. Denk even aan Jezus. Jezus, die zag er goed uit, man. Toch? Als je Jezus zag er goed uit, gebruind, goed haar, belangrijk, goed haar. Jezus had een baardje, was tegen prostaatkanker. Ik denk, Jezus goed uitzag. Ja. Oké, sandalen, minpuntje, maar verder zag je er goed uit. Ik vond Jezus een beetje Brad Pitt-achtig figuur. Toch? 12 vrienden, rijk sociaal leven, gek op eten. Mwah. Plus, Jezus kon trucjes. Nou, dat vinden vrouwen helemaal lekker. Dus ik denk, toch? Ik kan me voorstellen dat Jezus een vrouw had. Maar als je de heilige boeken leest, niet. Een maand of 5 geleden was er een papyrusrol opgegraven. Een klein stukje papyrus. Ging over Jezus en een mogelijke vrouw. Het stond letterlijk op. En Jezus zei tegen haar. En daar scheurde niet af. Is echt waar. En Jezus zei tegen haar. Dat noemen wij een cliffhanger, dames en heren. Ik was laatst in Weijen. Ik zei het woord cliffhanger. 200 man keek me aan. En wat is dat dan weer? Ik zeg, dat is de neef van Cliff Richard. En hou je smoel. Dus. Je weet het niet. Ik weet het ook niet. Ik denk dat wij gelijk hebben. Maar ik weet het niet. Ik hoop dat Jezus een vrouw had. Dat meen ik echt. Mensen vragen het mij. Ik weet dat niet. Bestaat God? Ik weet het niet. Jullie ook niet. Het enige wat me opvalt aan religie, elke religie, is dit. Dat wij met z'n allen in een vrij land wonen. En bepalen wat we doen en wat we zeggen en wat we mogen en wat we kunnen. Dat is een vrij land. En dat je een religie hebt, begrijp ik. Dat je iets nodig hebt, een soort van bodem, inspiratie, een mooi boek, weet je wel. Prachtig. Dat je uiteindelijk ergens denkt uit te komen, vind je het allemaal goed. Maar wat religies vaak doen, bijna elk hoor, is zeggen dit mag niet, dat mag niet, dat mag niet, dat mag niet. Je moet dit en dat en dat. Vrouwen mogen zeker niet zo en zo en zo. En uiteindelijk word je daar beloond, als het mee zit. Dat vind ik raar. Weet je, die deugen niet, die deugen niet, die deugen niet, die deugen een beetje. En wij deugen heel erg. Dat is een religie. Ik begrijp niet dat wij in vrijheid, en dat je dan toch kan zeggen, nou, weet je wel, begrijp ik niet. En dat geldt voor elke religie. Als je kijkt naar
de katholieke kerk, die hebben een hoop te doen gehad met misbruik en doofpotten, en weet je allemaal. De paus kwam er overheen 2 weken geleden, letterlijk de paus, de heilige vader, met de volgende uitspraak. Het homohuwelijk is een bedreiging voor de wereldvrede. Deze zin. De spirituele leider van ik weet niet hoeveel miljard katholieken. Het homohuwelijk is een bedreiging voor de wereldvrede. Denk even met mij allemaal aan de beelden die je kent van een homohuwelijk. Wat zie je dan? 1 hele blije man met een trui en een snor. En daarnaast een andere hele blije jongen. En dat zou dan een bedreiging zijn? De katholieke kerk had al meer te stellen. Eerst hadden ze misbruik, daarna dit gelul van de paus. En de katholieke kerk had dit jaar ook nog Vatileaks. Vatileaks. Combinatie van Vaticaan en Wikileaks. Daar hou ik van. Vatileaks. Na een paar maanden bleek het uiteindelijk de butler te zijn in de bibliotheek met een kandelaar. Maar dat wist je toen nog niet. Vatileaks. Ik las 3 keer het woord Vatileaks en mijn beeld was gelijk een man in een jurk met een lekkageprobleem. Dat was eigenlijk mijn beeld. Ik zat mij een beetje te verheugen op de paastweet van de paus. Dan zou die tweeten, bedankt voor die pampers. Die had ik wel begrepen, ja. Ik kan er niet tegen dat een geloof kan zeggen, dit mag niet en dat mag wel, die deugt niet en die deugt wel. Ik kan er niet tegen dat je christen bent, begrijp ik. Dat uw ouders daar wonen, begrijp ik. Maar dat een christelijke organisatie in dit land kan zeggen, letterlijk, wij gaan homoseksuelen genezen, letterlijk, dan word ik gek. Er is een organisatie geweest dit jaar, een christelijke organisatie, die heette Stichting tot Heil des Volks. En die organisatie zei, wij gaan homoseksuelen genezen, want heel veel christenen worstelen met homoseksuele gevoelens. Ja? Voor de duidelijkheid, ik worstel geregeld met homoseksuelen. Meestal in steegjes naast de Kleine Komedie. Want dan willen zij iets en ik wil gewoon naar huis. Dat is een ander ding. Maar het idee dat je vanuit je geloof zegt, wij gaan homo's genezen, ik word daar gek. En die organisatie ging naar Volksgezondheid, letterlijk, en zei, wij willen graag subsidie, want dan gaan wij op christelijke grondslag gaan wij homoseksuelen genezen. Waarop Edith Schippers, intelligente vrouw, Edith Schippers zei, jullie krijgen geen subsidie, want, letterlijk zei ze, homoseksualiteit is geen geestelijke afwijking. Goedemiddag. Dat betekent volgens mij, als je weet te bewijzen dat het christelijk geloof wel een geestelijke afwijking is, stroomt de subsidie alsnog binnen. Nou, dit is eigenlijk zover als ik in Veenendaal ben gekomen. Dat was al een beetje het einde van de avond. Ook omdat ze al 10 minuten in de coulissen bezig waren om een hardhouten kruis in elkaar te spijkeren. Vanavond die uitgang. Het geldt voor mij voor elk geloof. Het geldt voor mij. Misschien ben je moslim, vind ik ook goed. Ik kan me voorstellen dat je een mooi heilig boek hebt met prachtige verhalen. Je hebt Allah en je hebt Mohammed, lekker naar Mekka. Allalala, oh ja. Vind ik goed, hè? Maar waarom altijd zo boos? Je bent moslim. Vrede, zei met de profeet. Waarom boos? Ik zet de tv aan. Woedende moslims gingen massaal de straat op. Volgende dag, woedende moslims gingen massaal. Elke dag gaan ze woedend massaal de straat op. Ze hebben daar maar tijd voor. Ik weet dat niet, maar altijd weer. Elke moslim op tv is woedend, behalve Ali B. Maar verder zijn ze allemaal woedend, dat vind ik raar. Meestal op ons zijn ze boos, want wij hebben de verkeerde god. En anders zijn ze boos op elkaar, slaan ze elkaar op de bek. Jij bent shiit, ik ben sunnit, bam. Ja? Mensen vragen mij wat het verschil tussen een shiit en een sunnit. Volgens mij een shiit schiet en een sunnit niet. Dat is het enige wat ik me kan voorstellen, ik weet het niet. Altijd zijn ze boos, altijd zijn ze boos. Er wordt een filmpje gemaakt over Mohammed, hun profeet. Oké, woedend, woedend. Slecht filmpje, leek nergens op. Massaal gingen zij de straat op. En tijdens een van die demonstraties is een Kentucky Fried Chicken tot de grond toe afgefikt. Dat noemen wij een win-win situatie. Ik kan er niet tegen. Ik kan er niet tegen dat je een heilig boek hebt dat interpreteert en dan tegen vrouwen zegt, je moet je smoel houden. Dat kan ik niet tegen. Ik kan er niet tegen dat meisjes niet naar school mogen met de... Er is een meisje geweest, misschien wel de dapperste vrouw van dit jaar. Een meisje van 14 heet Malala. Malala woont in Pakistan. Gewoon een meisje van 14 zoals je kent in je eigen omgeving. En Malala schreef een blogje, zoals meisjes dat doen, over haar leven. En Malala leeft in Pakistan onder de Taliban. Dat is niet religieus, dat is gewoon tuig met een lange zwarte baard. En Malala schreef eigenlijk heel simpel in haar blogje, ik wil naar school. Ja? Meisje van 14, ik wil naar school. Ik hoor het in Nederland heel weinig meisjes van die leeftijd eigenlijk. Maar goed, dat begrijp ik, want je mag niet meer blowen, dus er is er vrij weinig aan. Maar Malala vind ik een dapper meisje. Die zei gewoon tegen de Taliban, fuck it. En die werd op de kop geschoten, ze heeft het overleefd. Maar als je mij vraagt, wat is dapper? Dan zeg ik, een meisje van 14 was zich verzet tegen de Taliban. Dat is dapper. Dat vind ik. Andere mensen zeggen, weet je wie dapper was? Felix Baumgartner. Oh, Felix Baumgartner sprong van 39 kilometer helemaal naar beneden. Dat is dapper. Voor de duidelijkheid, Oostenrijkers kunnen mij niet van hoog genoeg naar beneden pleuren. Dat wel eens, hè. Maar ik vind het een ander verhaal. Voor mij is Malala dapper, maar goed, daar hoor je Red Bull niet over. Dat begrijp ik ook wel. In elk geloof
is het elke keer hetzelfde. Als je er niet bij hoort, deug je niet. En als je erin zit, heb je een probleem. Ja? Ik ga één voorbeeld geven nog. Je hebt de Amish. De Amish people. Dat is een volk, een groep in Virginia, een paar andere staten. En de Amish, die geloven in hun god. En ik vind het goed, hè? En de Amish hebben een lange zwarte lange baard en lang haar. Die mannen, laten ze zien, dat is mijn god. Vrouwen in een jurk, kinderen in een jurkje. En ze hebben geen auto's, maar paard en wagen. Dus de Amish leven 200 jaar geleden. En je ziet de beelden en je denkt, dat is een vredig volk. Toch? Paard en wagen, geen auto. Kattenklop, kattenklop, kattenklop. Prachtig. En ik zie zo'n vierspan. Ik vind het mooi hoor, vierspan. Zo'n hulphond erop. Prachtig, prachtig. Toch? Ik zou zo'n vierspan graag één keer een weekje door Ankie van Gunsven laten trainen. Gewoon te kijken wat er dan met die paard. Maar goed, dat is mijn zieke geest. Zelfs binnen de Amish zijn er mensen die zeggen, ja, maar jij deugt niet. Dan ben je ook Amish en dan deug je niet. En als je bij de Amish hoort, dan kom je er niet meer uit. Je hoort erbij vast. Je komt er niet uit. Echt, je zit vast aan de Amish. Het is net boek en plaat. Je komt er gewoon niet van af. En ze maken onderling ruzie. En dit jaar was een deel van de Amish zo boos op een ander deel, dat ze de mannen onder dwang van haar en baard hebben ontdaan. Daarmee laten ze zien, ik geloof in die God. En ze zijn onder dwang van hun haren ontdaan. Zo ver gaat dat. Volgens mij is een Amish zelfmoordterrorist is een man met een tondeuze op krachtstroom. Dat is volgens mij wel. En bij elk geloof heb ik dezelfde verbazing. Waarom zou je je vrijheid laten inperken? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Mensen vragen mij, zou God bestaan? Ik weet het niet. Ik twijfel net als jullie, maar ik weet het niet. Of God bestaat. Ik las een maand of drie geleden dat André Rieu... de tweede imitatie van de avond. André Rieu die maakt met zijn muziek een jaaromzet van bijna 70 miljoen dollar. Ik lees dat, ik denk, als God bestaat, heeft hij een heel ziek gevoel voor humor. Dat weet ik niet meer vrij zeker. Wat ik het mooie vind van vrouwen, dat is van alles hoor. Maar wat ik het mooie vind van vrouwen, ook van deze vrouw. Het mooie van vrouwen vind ik, dat vrouwen naast hun mentale kracht de kwaliteit hebben om te bepalen, dit is mijn plekje. Dat vind ik een belangrijke kwaliteit. Dit is mijn plekje. Denk als je wil even aan je eigen vrouw, je eigen vriendin. Er zijn momenten, elke dag weer, dat jouw vrouw, jouw vriendin bepaalt, dit is mijn plekje. Ik heb het over staan, ik heb het over zitten, ik heb het over inparkeren. Al die dingen, vrouwen bepalen. Dat is mijn plekje. En als man denk je geregeld, nou, ik dacht dat even niet. Maar dat zeg je dan niet, want je wil gewoon verder met je leven. Dat begrijp ik ook wel. Zo'n vrouw bepaalt als geen ander, dit is mijn plekje. Dat is een belangrijke kwaliteit. Ja? En vrouwen hebben nog meer. Denk even aan je eigen relatie. Denk aan je vrouw, jouw vriendin. Er komt een moment in jouw relatie, op een ochtend, dat jouw vrouw, jouw vriendin tegen jou zegt, toen wij 7 maanden geleden ruzie hadden over dat en dat en dat, toen zei jij op een bepaald moment dat en dat en dat. Toen antwoordde ik met dat en dat en dat. Toen zei jij dat en dat en dat. En daar bedoelde je dat en dat en dat mee. En dat deed me heel erg pijn. 7 maanden geleden? Als man kijk je die vrouw aan met zo'n blik van, hebben wij al 7 maanden een relatie dan? Ik heb geen idee. Dat vergeten wij gelijk weer. Wij weten niks van ruzie. Laat staan waarover. Laat staan 7 maanden geleden. Een vrouw heeft de mentale kracht om na 7 maanden te weten dat je ruzie had. Waar het over ging. Wat jij zei, wat zij zei, wat jij zei. Wat je daarmee bedoelde. En hoe dat voelde. Na 7 maanden. Ik denk, dames, als je die mentale kracht hebt, gebruik dan een klein beetje voor richtingsgevoel. Dan kunnen we allemaal verder. Nou, okay. Op een bepaald moment, eind van de zomer, dacht ik, overleed Rutger Kopland. Je zal zeggen, wat heeft dat ermee te maken? Het zal allemaal duidelijk worden. Rutger Kopland, dat weet je, is een dichter. Een van de belangrijkste dichters van de afgelopen 30 jaar. En Kopland overleed. En misschien weet je ook dat Kopland eigenlijk geen Kopland heette, maar Van de Hoofdakker. Die man heette Van de Hoofdakker en hij was psychiater. En ik vind, iemand die Van de Hoofdakker heet en psychiater wordt, heb je bij mij al een puntje gewonnen. De heer Van de Hoofdakker zocht een naam om dichter te worden, dat werd Kopland. Ik zeg 2-0. Maar goed, ondanks dit overleed Rutger Kopland. Ik dacht eind van de zomer. En ik las erover en ik realiseerde, ik heb een bundel van Kopland. Ik heb een kastje met poëzie. En ik heb een bundel van Kopland, wist ik nog. Die heb ik gekregen toen ik afstudeerde. Ik ben ooit in 87 afgestudeerd. Ik heb rechten gedaan, criminologie. En ik had, weet ik veel, advocaat kunnen worden. Maar ik heb voor een iets eerzamer beroep gekozen. Ik krijg alleen eigenlijk nooit uitbetaald in sporttassen met contant geld. Dat is dan wel... Rutger Kopland overleed en ik lees zijn gedichten terug omdat het me raakte. Weet je. En ik las een regel van Kopland, die wil ik met jullie delen. Een regel van Rutger Kopland uit een van zijn gedichten. Die regel die luidt, ieder mens zou een rivier moeten zijn. Komen zonder verlangen te blijven, gaan zonder heimwee. Vind ik een mooie zin. Ieder mens zou een rivier moeten zijn.
Komen zonder verlangen te blijven. Gaan zonder heimwee. Vind ik het mooi. Het gaat niet over een rivier. Het gaat eigenlijk over jou en over jou, over jou. Het gaat over mij. Het gaat over de mens. Weet je, dat gevoel van een rivier. Want een rivier, die is er. Een rivier is er. Je zal zeggen, hij komt daar vandaan, maakt de rivier niks uit. De rivier gaat daarheen, maakt de rivier niks uit. Als je bij de rivier staat, die rivier is daar. Elke rivier. En we zijn hier bij de rivier. Enige theater aan de rivier. Als je verderop gaat, kilometer 5, dan zijn je midden in het land. Dan sta je in de rivier, dan word je rustig. En dan weet je, die rivier is er altijd. Als we allemaal dood zijn, is de rivier daar nog steeds. En dat vind ik een mooi gevoel. Als je aan de rivier staat, dan weet je, het stroomt, maar het is hier, op deze plek. En ik word daar rustig van. Je staat aan de rivier. En als je mazzel hebt, dan stroomt er soms even wat langs. Dat kan een tak zijn, of een plank, of wat kiezels. Of een boot. Ja. Als je echt mazzel hebt, een verdwaalde Duitse badgast. Die... Maar verder niks. En je wordt rustig van de rivier, want die rivier die stroomt, maar die is daar. En dat is goed. Weet je. Ik hou van de rivier. Ik woon zelf net niet aan de rivier, maar bij bijna. En ik hou van de rivier. Dit jaar was ik in Afrika. En ik was in Noord-Oeganda. Noord-Oeganda. En dat is een gebied waar Oxfam Novib, een organisatie waar ik bij hoor, heel veel doet. En Oxfam Novib probeert eigenlijk mensen in zo'n land te helpen om hun land weer op te bouwen. Dus geen zakken met geld, maar advies en hulp. En dan gaan ze dat land opbouwen. Dat vind ik mooi. En ik mocht daarbij zijn. Ik mocht die mensen ontmoeten. En ik was in Noord-Oeganda. Dat grenst aan Zuid-Soedan. En ik herinner me, op een moment keek ik in de verte. Zag ik daar in die woestenij een vrij lange, magere man staan met een wc-pot onder zijn arm. Die gebruikte ze als zonnewijzer. En ik was in Noord-Oeganda en ik had die dorpen bezocht. Ik had die vrouwen ontmoet die waren dat land aan het opbouwen. En ik heb het over agrarische dingen, over scholen, leermiddelen, vrouwenrechten, weet ik veel. En uiteindelijk gingen wij naar het noordoosten. En dan moet je de Nijl over. Want je hebt daar een Nijl, die ken je, een grote rivier. En je kan naar de bron van de Nijl gaan, interesseert me niks. Ik wilde alleen maar naar de overkant. En dat kon, want er was namelijk een veerpont. Dus wij stappen op de veerpont over de Nijl. Die werd me aangeboden door kachelplaats.oeg. En dan kon je gewoon naar de overkant. En ik weet niet of ik verteld heb, maar ben ik laatst in Weijen geweest. En daar moest je met de veerpont naartoe, wat ik een raar verhaal vond. Maar die overtocht kostte €2,20 en die duurde 18 seconden. Toen dacht ik halverwege, als je die pont gewoon overdwars legt, heb je een brug. Dat is eigenlijk wel zo makkelijk, maar. Ik kom aan de overkant. Ik ben dus in Noordoost-Oeganda. Okay. Het is een dorp, stadje, weet ik veel. En er waren allemaal dingen. Er was een markt, dus altijd markt. En ik had één ding geleerd, 's ochtends bij het ontbijt van de Oegandezen waar we mee werken. Die Oegandezen hadden mij gezegd, als je iets gaat kopen, moet je afdingen. Je moet afdingen. Dat hoort bij Afrika. Ik zeg, okay, ik ben niet van het geld, maar het zal wel. Ik kom in dat dorp, in dat stadje, er is een markt. En er staat een gozer met dingen en die wilde ik hebben. Ik denk, ik ga wat kopen. Maar afdingen. Dus die jongen, die man, die noemt een bedrag. En ik noem een veel lager bedrag. En hij noemt een ander bedrag en ik noem weer een bedrag. En na een tijdje afdingen heb ik een bedrag betaald wat hoger was dan zijn eerste bod. Hoe ze doen, doen ze het, maar je betaalt het toch. Ik heb nu een prachtige pollepelset met uitgestorven diersoorten. Maar ik dacht achteraf, als we allemaal naar Afrika zouden gaan en we dingen af zoals ik afding, dan heb je over 10 jaar helemaal geen ontwikkelingshulp meer nodig. En dat is maar goed ook, want dan is die afgeschaft. En dat vind ik raar. Ik vind dat wij een beschaafd land zijn. En ik denk dat je een soort van verantwoordelijkheid hebt naar de rest van de wereld. Denk ik. Weet je. Ik denk dat je niet kan zeggen, nou, er moet hier een paar procent af. Laat ze dan daar ook maar doodvallen. Ik denk dat je dat niet moet zeggen, maar goed. Weet je. Ik denk dat het van belang is om landen te blijven steunen. Voor de duidelijkheid, ik ben tegen dingen, ik ben voor dingen, maar meestal heb ik het daar niet over. Maar ik zal een voorbeeld geven. Ik ben tegen slavernij. En ik denk dat iedereen hier ook wel tegen slavernij is. Maar ik vind wel, als je het dan toch doet, slavernij, dan ben ik voor fair trade slavernij. Dat vind ik dan gewoon een beter gevoel geven ook. Weet je. Dat als je dan zo'n slaaf koopt, dat hij wel een stempel op zijn arm heeft. Dat je weet, nou, het is in ieder geval een fair trade slaaf. Dat je in ieder geval zeker weet dat zijn familie een eerlijke prijs gehad heeft. Dat is belangrijk. Na 3 weken Afrika kwam ik terug in Ouderkerk aan de Amstel. En ik had het systeem van afdingen had ik een beetje aangeleerd. Ik had het ook meegenomen naar Nederland. Ik denk toch eens kijken of dat systeem in Nederland ook zou werken. Dus ik ga op maandagmiddag ga ik bij ons naar de Jumbo. En ik heb mijn karretje helemaal volgepropt, want ik had vrij veel honger. Dus ik kom bij de kassa, zit een meisje en die scan, 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 scan. En die zegt tegen mij, dat is dan €88, meneer. Dus ik zeg, 60. Ik denk gewoon eens kijken wat er gebeurt. Nou, er ontstond een bepaalde wanhoop in haar ogen. Ze zegt, nee meneer, €88. Ik zeg, okay, meisje, 62. Nee meneer, u verstaat mij verkeerd. Ik zei 88. Ik zeg, okay, meisje, €64, maar geen shekel meer. Ze zei, nee meneer, de kassa zegt echt 88. Ik zei, de kassa zegt helemaal niks. Jij kan €66 krijgen, nou moet je ophouden. Nee meneer, het is 88. Maar, zei ze, u krijgt wel zegels.
voor afzichtelijk Jumbo-serviesgoed. Ik zeg, moet jij eens goed luisteren, meisje. Ik ga jou 70 euro betalen. Ik wil in ruil al deze boodschappen. Ik wil 12 gratis komkommers. Ik wil dat de vakkenvuller mijn spullen in de Prius plaatst. En die stickers kan je op je smoeltje plakken. En toen begon ze te huilen. Dat was eigenlijk het moment dat ze begon. Dus tegenwoordig doe ik mijn boodschappen bij de Dirk van der Broek. Met een rode zak over mijn hoofd. Ik hou van dat gevoel. Ik hou van dat gevoel. U bevindt zich hier. Ik vind het een mooi gevoel. U bevindt zich hier. Dat vind ik een mooi gevoel. Betekent volgens mij dat je ergens bent en dat je je op die plek helemaal goed voelt. Ik ben gewoon hier. Ik heb geen verlangen naar een andere plek. Ik hoef niet te liften. Ik hoef niet naar Parijs. Nee, ik ben hier. Of je bent met iemand en het voelt goed. Geen verlangen naar iemand anders. Nee, hier. U bevindt zich hier. En ik vind dat echt een mooi gevoel. Het is natuurlijk raar dat ik dat zeg, want ik ben 10 maanden per jaar ben ik onderweg. Wij, Henk, Erik en ik, wij zijn 10 maanden per jaar onderweg om naar theaters te gaan. En toch heb ik dat gevoel. U bevindt zich hier. 10 maanden per jaar toeren wij naar plekken. Wij gingen een maand of 4, 5 geleden gingen we samen op pad. Wij reden door Drenthe. Een maand of 4 geleden reden we door Drenthe. We hadden een feestje in Haren. En, althans, we hadden niet echt een feestje in Haren. Maar we dachten, nou, in Haren is altijd wel iets te doen. En ik zag later die beelden, waaraan wij overigens niet meegedaan hebben. Want we afslag gemist. Maar ik zag beelden in Haren. Het was geen feestje, het was gewoon een plundering. Het was een plundering. Er liepen mensen door Haren. Waar is dat feestje? Waar is dat feestje? En al die mensen in Haren in de tuin. Niet hier, niet hier, niet hier. Ik zag beelden uit Haren. Waar mensen, zogenaamde feestgangers, de kledingwinkel van Haren hebben geplunderd. Dames en heren. Ja? De kledingwinkel. Ik ken die kledingwinkel. Ik ben er 1 keer geweest. Ik heb naar binnen gekeken. In die kledingwinkel kan je voor 120 euro een outfit aanschaffen. Waarin je gegarandeerd 5 jaar slijtvast voor lul loopt. 120 euro. Echt maar, als je die kledingwinkel plundert, dan ben je wanhopig. Of je komt uit Urk. Dat is de andere optie. Maar goed. Haren hebben wij nooit bereikt. Maar we reden wel door Drenthe. Wij reden door Drenthe. Ik wil beschrijven wat ik zag. Wij reden in een auto door Drenthe. Dat is 1 asfaltweg. En ik kijk om me heen. En het Drentse land, misschien ken je het, is een desolaat land. Het is een leeg landschap. Het is ook in zwart-wit. Als je naar buiten kijkt, zwart-wit. En ik moest denken aan het volgende beeld. Een jaar of 30 geleden bracht Bruce Springsteen een LP uit. Een LP die heet Nebraska. Misschien ken je de plaat. En Nebraska is een mooie plaat, maar een hele sombere, desolate plaat. En op de hoes van Nebraska zie je een foto, zwart-wit, genomen uit een auto. En dan zie je een desolaat landschap. Het is natuurlijk Nebraska, maar het deed mij denken aan Drenthe. En andersom. En ik moest denken aan de liedjes van Nebraska. Die gaan over mensen. Die gaan over mensen die het zwaar hebben. Mensen die strijden voor hun leven. En er is 1 liedje over een man. En die staat langs een snelweg. Hij is stil, auto geparkeerd en een hond. En die hond, sorry. En die hond, die ligt daar. Het gaat niet goed met die hond. In a man stand or dead dog. But I'll highway in this. He's looking down kind of puzzled. Poking that dog with a stick. Got his car door flung open. He's standing out on highway 31. Like if he stood there long enough, that dog get up and run. Kind of funny, some kind of funny story. Still at the end of every hard day, people find some reason to believe. Man staat bij de vangrail. Zijn hond ligt stil, verstijfd. Met een blik vol verbazing streelt de man het koude lijf. Met zijn autodeur wijd open, de snelweg raast voorbij. Hij denkt nog even wachten. En dan kwispelt hij weer blij. En ik zou zo graag begrijpen hoe dat werkt, hoe je dat doet. Dat als de avond in de nacht verglijdt, mensen werkelijk geloven, het komt goed. Als je haat zaait, oogst je oorlog, dat zie je overal. Maar steek je bloemen in geweren of wacht je op de knal? Ik zie de wereld draaien, ik draag niet voor niks een bril. Ik fluister, liefde overwint altijd. Alles kan als je maar wil. En ik zou zo graag begrijpen hoe dat werkt, hoe je dat doet. Dat als de avond in de nacht verglijdt, mensen werkelijk geloven, het komt goed. Dat gevoel van, u bevindt zich hier, komt van lang geleden. Ik was 1 jaar of 8, 9. En wij gingen wandelen. Mijn ouders en ik, wij gingen wandelen. Mijn ouders hielden heel erg van wandelen en ik moest mee. En wij gingen wandelen, vaak lange wandeling. Wij gingen wandelen in het Noord-Hollands Duingebied, maar ook op andere plekken. En er was een dag, ik was 1 jaar of 9. Wij gingen wandelen in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Bij Maren, Doorn, dat gebied. En wij wandelen 2,5 uur. En ik was 9, ik had pijn in mijn pootjes. En na 2,5 uur komen we bij een soort van open plek in het bos. En er was een uitspanning. Een uitspanning. Dat weet je misschien, dat is een ouderwets woord. Dat is een plek waar je je kan uitspannen, eigenlijk.
Tegenwoordig zouden we zeggen een plek waar Badr Hari eigenlijk niet naar binnen mag. Dat is een uitspanning. En ik herinner me goed, ik was 9, dus 40 jaar geleden. Ik herinner me goed, we komen aanlopen. En die uitspanning heette, u bevindt zich hier. U bevindt zich hier. En ik begreep de naam niet, maar mijn moeder die liep naar binnen en ze zei, het klopt, het klopt. Dat vond ik grappig. Ik ging deze voorstelling maken. En ik vroeg me af, zou die uitspanning nog bestaan? Dus ik ben gaan googlen. Hij bestaat niet meer, of heet tegenwoordig anders. Maar de uitspanning bestaat niet meer onder de naam, u bevindt zich hier. Er is nog maar één zaak in Nederland die zo heet. Er is één zaak in Nederland die heet, u bevindt zich hier. Dat is een damesmodezaak in een volksbuurt van Rotterdam. Die heet, u bevindt zich hier. En dat is een damesmodezaak gespecialiseerd in grote en extra grote maten. Ik denk onder het motto, u bevindt zich hier, maar ook nog hier. En nog een stukje hier. Dat is... En ik herinner me nog één ding van die uitspanning. Het is 40 jaar geleden. Ik kom aanlopen en ik zie die naam. En er was een bord op de deur geplakt, zo'n schoolbord. Er stond op, vandaag serveren wij schnitzels zo groot als deurmatten. Die zin heb ik nooit kunnen afschudden. Wij serveren vandaag schnitzels zo groot als deurmatten. Ik denk, wat is dat? Ik vroeg me af, waarom zou je eten aanprijzen als een deurmat? Wat is een schnitzel? Waarom verbergen ze hem onder de paneermeel? Ruikt hij echt zo goor als hij smaakt? Smaakt hij echt zo goor als hij ruikt? Wat is zigeunersaus en weet Frans Bauer dat? Al die vragen gingen door mijn hoofd. Maar mijn vader zei, jongen, er is hier geen Vodafone-winkel, dus door met je leven. Er zijn dingen die je niet begrijpt. Er zijn dingen die ik niet begrijp, natuurlijk. Maar wat ik niet tegen kan is dit. Als je iets niet begrijpt, dat je om die reden tegen bent. Ik vind het logisch dat je dingen niet begrijpt. De wereld gaat snel, je leest dingen, je hoort dingen, je ziet dingen. Begrijp je niet alles. Maar wat ik slecht tegen kan is dat je iets niet begrijpt en om die reden tegen bent. Dat zou ik kortzichtig willen noemen. En je ziet het op allerlei plekken. Er zijn mensen in dit land, bijvoorbeeld, die zijn tegen klimaatverandering. Dat is een fascinerende gedachte. Ik ben er gewoon tegen. Dat je het niet begrijpt, oké. Maar dat je tegen bent, dat is een fascinerende... Je hebt ook mensen die zijn tegen het weer. Maar die zijn gisteren gewoon nat geworden. Echt waar, echt waar, echt waar. En er was dit jaar een politicus van de PVV, die schreef een tweet in februari, letterlijk. Wat nou klimaatverandering, het is heel koud in Den Haag. En je bent klaar. Je hoeft niet meer na te denken. Want ik ben er tegen. Er zijn ook dingen die ik niet begrijp. Tuurlijk. Dingen die ik niet begrijp. Maar dan ga ik nadenken. Dat heet volgens mij open-minded zijn. Als ik ga nadenken, dan komt er een gedachte. Ik zal een voorbeeld geven. Er is een politicus in dit land die dit jaar tot 3-4 keer toe letterlijk zei, de kans dat een vrouw van een verkrachting zwanger raakt, is heel klein. Maar als het toch gebeurt, blijven wij tegen abortus. Dat begrijp ik niet. Kan ik niet bij. Je weet dat het niet waar is. Hij kan dat zeggen, maar het is niet waar. Letterlijk zei Kees van der Staaij, de kans dat een vrouw van een verkrachting zwanger raakt is heel klein. En als het toch gebeurt, blijven wij tegen abortus. En zijn theorie was, een vrouw raakt niet zwanger van een verkrachting. Want als het gebeurt, heeft het vrouwenlichaam een methode om de zwangerschap te verhinderen. Dit noemen wij Oud-Hollands gelul, dames en heren. Voor de duidelijkheid, de kans dat je van Kees van der Staaij zwanger raakt, is heel erg klein. Want het vrouwenlichaam heeft een methode om dat te verhinderen. Dat noemen wij keihard weglopen als Kees van der Staaij de ruimte binnenkomt. Dat begrijp ik. Maar je kunt met deze nergens op gebaseerde mening, kun je zetels winnen in dit land. Sterker nog, het SGP heeft een maand of twee geleden het volledige Goeree-Overflakke overgenomen, dames en heren. Als ik dat lees, denk ik, waarom zetten we alleen de Hedewiegespolder onder water? Je kunt dingen zeggen die niet waar zijn. Kees van der Staaij mag die dingen, beledigend voor vrouwen, hij mag het zeggen. Maar waar ik in de war van raak is dat Kees van der Staaij dingen zegt over verkrachting, over abortus, over zwangerschap. En achter hem hangt de poster van het SGP waarop staat de daad bij het woord. Daar raak je in de war, dames en heren. Er zijn dingen die je niet begrijpt. Wat ik zeg is, wees open-minded. Probeer na te denken. Je bent er tegen, je bent er voor. Waarom raakt het mij? Wat gebeurt er met me? Dat is interessant. Er zijn dingen die ik niet begrijp, dan ga ik nadenken, dan gebeurt er wat. Ik zal een voorbeeld geven uit deze stad. We wonen in Amsterdam. Amsterdam heeft, weten jullie allemaal, 3 grote musea. Die zijn altijd dicht. Dat is gewoon de afspraak. Die zijn gewoon dicht, dat is klaar. Dan kan je boos worden, kan je raar vinden. Wat is er? Nee! Over 10 jaar zal blijken, het is een concept van Wim T. Schippers. Hij heeft 3 musea, balletje, balletje, balletje. Allemaal dicht, tot de Japanners terug zijn naar huis. Wat een goed idee! Voel je? Je bent open-minded. Er gebeurt wat. Nog een voorbeeld uit deze stad. De Noord-Zuidlijn. Vrienden, vriendinnen, wij weten, daar is geen enkele reden voor. We hebben een metro, we hebben een sneltram. Toch dacht de gemeente Amsterdam, 1 jaar of 12 geleden, wij gaan eens kijken hoe ver wij de Amsterdammer kunnen krijgen. Dus Amsterdam kocht een hele grote boor en ging boren vanaf het Centraal Station, kijken hoe ver we komen. De buurt waar wij ons bevinden, dames en heren, is vrij drassig. Deze grond is vrij drassig. Als wij in dit theater bewegen, gaat het hele theater zo'n beetje mee. Dus, ze gingen boren met zo'n boor. Wat denk je dat er gebeurt? Het centrum van Amsterdam begon te verzakken. Sterker nog, op de Vijzelgracht stonden de huizen zo.
En dat is behoorlijk kut, want als je spullen daar liggen, moet je ze steeds hier op gaan halen. Ja. De vijfde gracht stond zo, die huizen werden gestut, stonden weer lekker rechtop, dacht de gemeente Amsterdam 2 jaar geleden, we kopen een nog grotere boor. Eens kijken wat er dan gebeurt. Wat denk je? Daar ging de vijfde gracht weer. En toen zei de gemeente Amsterdam een paar weken geleden tegen de bewoners, jullie moeten niet zeuren, want jullie huizen zijn minder verzakt dan de vorige keer. Goedemiddag. Voel je? Open mind, dan gebeurt er iets. Ik weet ook niet wat. Ik las een stukje in de krant, klein stukje, letterlijke tekst. Dikke man verstopt crematorium. Ik herhaal de kop. Dikke man verstopt crematorium. Dan kan je je kwaad maken. Je kan je... Ik vind het interessant. Ik denk, dit is een protest tegen de consumptiemaatschappij. We eten nu zoveel varkenshaasjes. Nou, afijn, dat, weet je wel. Dat past er niet meer in de oven. Dikke man verstopt crematorium. Niet te verwarren met dikke man verstopt zich in crematorium. Want die wil gewoon alle cake naar binnen proppen als wij naar huis zijn. Dat is een helder ding. Niet boos worden. Niet tegen zijn. Open-minded. U wil nog een voorbeeld. Maand geleden stond er een stuk in de krant dat ging over halal woningen. En heel veel mensen raakten in. Wat is dat nou weer, die moslims eigen woningen? Wat denken ze wel? Nee! Een halal woning is een woning die koop je. En daarna mag je hypotheekadviseur ritueel slachten. Dat is een halal woning. Vind ik zelf ook wel een goed idee. Voel je? Open-minded, dan gebeurt er iets anders. Ik begrijp ook dingen niet. Ik las dit jaar opeens stukken in de krant en die gingen over porno. Ik wist niet wat het was. Ik denk, wat is porno? Porno, vrienden, vriendinnen, is de vrouwelijke variant van porno. Porno, dat kent u, dat weet u misschien. Porno zijn filmpjes gericht op het genot van de man. Ik wist dat ook niet, maar Henk en Erik hebben me dat uitgelegd. Dat begrijp ik dan. Porno had je al. Nu heb je ook porno. En porno is dus de vrouwelijke variant van porno. Gericht op het genot van de vrouw. Dan kijkt ze een filmpje, raakt ze opgewonden. Ik vind het prettig, scheelt een hoop gedoe. Dus het idee is goed. Porno, porno. Maar dan vragen mensen mij, waarom is het dan porno? Omdat het de vrouwelijke variant is. Als een woord eindigt op een A, is het altijd de vrouwelijke variant. Porno, porno. U kijkt me nu aan, doe nog een voorbeeld. Oké. Okay. Een vrouw wil het liefste met de auto naar de HEMO. Dat is geen goed voorbeeld. De IKEA. Ja. IKEA. Heel goed. Dat is een vrouwelijke winkel. Ik denk dat vrouwen het prettig vinden om even in de ballenbak te zitten. Dat kan ik me voorstellen. Oké. Okay. De IKEA is een vrouwelijke winkel. Niet te verwarren met de IKEO. Dat is eigenlijk IKEO. Dat is een vriendengroep waarmee ik één keer in de maand alle afleveringen Kleveren van de Brink integraal achter elkaar terugkijk. Maar de IKEA is een vrouwelijke winkel. Natuurlijk wel. Vrouwen gaan daar dingetjes kopen, mannen aan het werk. Dus de IKEA. Maar, nou blijkt, de IKEA, vrouwelijke winkel, heeft een gids uitgebracht in Saoedi-Arabië. En daar hebben ze alle vrouwen uit weggeshopt. Want de mannen in Saoedi-Arabië zouden in de war kunnen raken als ze een vrouw zien tussen de bouwpakketten die ze willen aanschaffen. Heb je een vrouwelijke winkel? Heb je alle vrouwen weggeshopt? Dan raak ik ook in de war. Ik bedoel, als je naar de IKEA gaat voor een burka, dan denk je, de burka is een dekbedovertrek om mijn vrouw uit het zicht van geile moslims te houden. Dat begrijpen we allemaal. Maar dat is niet waar. De burka is een ladekast. Behalve als je vrouw hem in elkaar zet. Dan is het een driezitsbank zonder kussens. Ik heb zojuist iets bewezen. Ik weet zelf ook niet helemaal zeker wat. Maar als je terugkijkt, weet je het ook. Waar het mij om gaat, is dat gevoel van u bevindt zich hier. Dat gevoel. Dat is eigenlijk, uiteindelijk is dat de juiste man, de juiste vrouw op de juiste plek. En er zijn voorbeelden van. Ik denk dat ik er twee heb. Twee voorbeelden. Er is een man in dit land die heet Hutger Kastrikum. Misschien ken je de naam. En Hutger Kastrikum, die werkt voor Pound. En Pound is een omroep en die maken programma's van mijn belastinggeld. Hutger Kastrikum heeft eigenlijk maar één methode. De methode van Pound, van Hutger, is dit. Hij heeft een cameraploeg en een roze microfoon. Ze zoeken een slachtoffer uit en dan gaan ze naartoe met een draaiende camera. Wat er gebeurt is dit. Hutger komt aanlopen, de camera draait. Hier staat het slachtoffer en Hutger brengt de microfoon. Pof, brengt hij in. Er komt een gesprek. De antwoorden van de man of vrouw worden daarna in een andere volgorde teruggemonteerd. S'avonds op tv, hilarisch. Dit jaar was er een moment dat Hutger Kastrikum een column las die hij niet begreep. Dus was hij tegen. De column was van een columnist, ik dacht in de Volkskrant. Hutger vond het een belachelijke column, dus die vrouw gaan we eens even lekker pakken. Haar privéadres ging op internet, geen stijl eroverheen, je kent de methodes. En Hutger ging met een draaiende camera en zijn microfoon naar het huis van die vrouw. Hutger komt aanlopen, camera draait. Hij belt aan, die vrouw kijkt of is er niet of doet niet open. Haar man echter was wel thuis en deed open. Okay. Haar man, moet ik even vertellen, haar man is een vrij belangrijke Nederlandse filosoof. En daarnaast ook een vrij goede worstelaar. Dit laatste wist Hutger echter niet.
Wat er gebeurt is dit. Hutger stelt een vraag. Die man kijkt, pakt Hutger, vouwt hem dubbel, brengt de microfoon bij Hutger in en zegt goedemiddag. Ik zeg, juiste man op de juiste plek. Maar gelukkig kunnen vrouwen het ook. Er is een moment dit jaar, Olympische Spelen, weet je, prachtige sport. Er is een moment dat 1,2 miljard mensen op de wereld tv kijken. Dat is namelijk de finale 100 meter. De 8 snelste mannen van de wereld staan klaar. Top in voor concentratie, 4 jaar training, 100 meter. Oké. Okay. Op de tribune, achter de start, heel veel mensen. Er stond een gozer bij, een man, en die had een plastic flesje. En die had bedacht, ik ga een flesje gooien tegen een van die atleten. Die wilde de aandacht op zichzelf. Dan ben je, zou ik willen zeggen, een lul. Wat die man niet wist, was dat naast hem Edith Bos stond. En dat is een vrij goede judoka. Die man gooit, Edith denkt, ik ben goed in de verwurging, dus die grijpt die gozer. Fout een dubbel, die jongen hoort krak, dat was hij zelf, en hij werd overgedragen aan de autoriteiten. Dan zeg ik, juiste vrouw op de juiste plek. En uiteindelijk is dat het gevoel dat voor mij van belang is. De plek. En de plek kent geen geheimen. Geen route onbepaald. Je hebt, zoals een man betaamt, je schulden afbetaald. Soms heeft wat is, dat wat kan zijn, zomaar achterhaald. Maar weet, wie nergens meer naar zoekt, is hij die nooit verdwaalt. De plek kan groot of klein zijn, zoeken heeft geen zin. Het is niet verderop of daar, je staat er middenin. Jezelf zijn klinkt zo simpel, geen kosten, maar win-win. Niet denken aan wat als of maar, bekijk, beleef, bemin. De plek kan overal zijn. De deur zit op een kier. Je denkt, straks ben ik nergens meer een barman zonder bier. Maar je hoeft niet te vertrekken verlangend naar vertier. Het is er al, je bent er al. U bevindt zich hier. Dank je wel. Dankjewel. Nog één ding. Ik wil nog één ding met jullie delen, een gevoel om het jaar mee uit te gaan. Ik had het over Olympische Spelen, ik heb het over sport waar ik van hou. Er is één man die heeft mij geraakt, en jou misschien ook, die man heet Churandi Martina. En Churandi Martina was een man die kwam een week lang elke dag op tv en die glom van alles. Van zijn huidskleur, van het zweet, van het goud in zijn bek. Churandi is voor mij een gouden gozer. Ik vertel even, als je niet weet, Churandi Martina is een Antilliaan, die loopt sinds dit jaar voor ons. En Churandi liep Olympische Spelen 100 meter... 200 meter en estafette. Hij liep elke dag voor ons. En na elke race kwam Churandi even op tv. En die momenten heb ik meegenomen. Churandi had gelopen, stond te zweten en te glimmen. Hij kwam op tv, Studio Sport, en dan zei die interviewer, Churandi, hoe voel je? En dan antwoordde Churandi, ik ben blij, jongen, ik ben blij. En ook als je helemaal niet blij was, werd je gewoon blij. Want je zag Churandi, je denkt, niet blij, jongen, ik ben blij, jongen. En dan vroeg die interviewer, waarom dan, Churandi? En dan antwoordde hij, lekker rennen, jongen, lekker rennen. Voel je? Het is alles wat je nodig hebt. Ik ben hier. Ik voel me lekker. Waarom? Lekker rennen, jongen. Kwam de volgende vraag van de interviewer. Churandi, wat ga je morgen doen? Antwoord, ga ik weer lekker rennen, jongen. Weer lekker rennen. Dat is wat je nodig hebt. Je bent er. Ik ga lekker rennen, jongen. Maar wel maximaal 200 meter. Want je moet niet moe worden, weet je wel. Niet moe worden. Met respect, hè. Met respect. Natuurlijk wel. Ik heb vroeger veel op de baan getraind. De atletiekbanen zijn 400 meter lang. Ik trainde heel veel samen met Antilliaanse jongens. Ik kan je verzekeren, die kwamen nooit aan de overkant. Die kwamen niet aan de overkant. Die zeiden, nee, je kan wel een rondje lopen, maar dan ben je uiteindelijk weer hier. Nou, dan kan je net zo goed hier blijven, ja toch? Want hier ben ik ook wel heel blij, echt wel. Ik noem het een happy end. Fijne avond. Ja. Bedankt. Precies. Dankjewel. Dankjewel. Henk, Erik, fijne komedie. Dankjewel. Tot ziens.
check to